Vrouwen, als je niet weet te luisteren, ga je niet kunnen communiceren. Hallo, mannen, als je niet weet te luisteren, kan je ook niet communiceren. Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Gilly's Love Line. Ik ben Gilly Rutu en voor de nieuwe kijkers verwacht echte lobbytakkies puur en echt. We brengen dingen zoals ze zijn. En voor de vaste kijker, wat leuk dat je weer bent ingecheckt. Ik waardeer het meer dan dat je ooit zal weten. En om je te belonen heb ik leuke mensen hier bij me zitten. Misschien het leukste koppel op het internet van Suriname. Aisha en Marvin. Welkom in Gilly's Love Line. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Ik denk dat het gepast is om jullie gelijk te feliciteren met jullie. Want jullie hebben onlangs een 24-jarige anniversary gehad, hè? Ja, yes. Klopt. Gecondoleerd. Maar ik ben gecondoleerd. Nee, want Loeko, in een relatie zijn is niet makkelijk. Maar het lukt jullie gewoon 24 jaar samen te zijn. Van de grond van mijn hart gefeliciteerd daarmee. 24 uur kost mij moeite met die van mij, hè? Af en toe soms. Ja? Dus ja? 24, nee, is een grap. Dus 24 jaar. Yeah. Bless you, man. Ja, dankjewel, Gil. Dankjewel. We moeten het vieren, die 24 jaar. Dus ik stel voor dat we gaan proosten. Zeker, zeker. Ik ga meteen gebruik maken van dit moment om mijn matties van Kroijwater te representen hier in Gilly's Love Line. Zijn jullie van de cocktails? Ja, zeker. We zijn van alles. Ja, nog? We zijn van alles. Maar nee, wat ik voor je zei, John Ringeng. Zolang er shopje in zit. Ja, zolang met Talibi, dat probleem niet. Nee, maar laten we proosten op jullie dingetjes met dit kleurrijk drankje. Kroijwater. Veel besproken, populairste cocktail in Suriname van dit moment. Oké. Hoe ik kennis ermee maakte was Dining natuurlijk. Mm-hmm. Goede marketing, maar dan ben ik het gaan proeven. En Mino Legi, je zal het meemaken als Sweetie toe. Trouwens ook als eerste keer hoor. Echt waar, mooi eerste keer bij mij. Dus super benieuwd. Dus zelfs in 24 jaar bestaat er nog een eerste keer precies, voor jullie. Precies, precies. Elke dag en de eerste keer in Gilly's Love Line. Dat maakt het zo speciaal. Is het toch? Sowieso. Look, wat ze doen, verschillende percentages. Percentage, 10%. Mm-hmm. 15%, maar if you me wilt, kan je zelf naar 35%. Meer goed. Me wilt. Wat willen jullie doen? Voel je niet opgedrongen? Maar ik zeg altijd, als je het doet, doe het goed. Dus dan... Migado okay. Fari. Fari van Team Gilly's Love. Nou, wil je me helpen met die 35% van Kroijwater? Best zeker, Marvin. Je bent toch allemaal zeker? Dus, komt goed, komt goed. Goed. Kijk, we hebben watermelon, Sanadis. Oh, watermelon lekker. Watermelon en... wacht, dit is amaretto smaak. Oké. Okay. Amaretto. Amaretto, no? Ja. Ik is wel amaretto, man. Gaan we het samen proeven? En deze is watermelon. En is watermelon. En Loeko, ik ga geen druk zetten. Kijk wat je kiest, hoor. 10%, 15%, 31%. Nee, zowel samen met mij. Want man, lik me natuurlijk. Normaal drink ik niet, hoor. Dit is één van de weinige keer dat we ik drink. We doen het veilig. We gaan het samen proeven, Gil. Toch? En dan zeggen ze ladies first, toch? Oké. Okay. Ja, maar kon niet ladies first. Ik ben niet verantwoordelijk voor het vervallen van het verder gesprek, hoor. Hey, laat maar deze mooie roze nemen. Ja. Alle grappen op welke een stokje. Welke smaak is dat? Watermelon. Oké. Okay. Proost. Proost. Op jullie liefde. Ja. En alvast bedankt dat jullie me hier zijn komen zegenen met jullie liefde. Want ik ga jullie veel vragen. Mijn doel in Gilly's Love Line is eigenlijk heel simpel. De liefde proberen beter te doorgronden aan de hand van mensen hun verhalen. En ik denk een koppel die 24 jaar samen is. En ook dus sinds kort... kunnen mensen ervan meegenieten, want jullie posten veel online. Vooral pranks, challenges. Nee, pranks. Wow. Maar, kom dringen hier aan. Ja, laat even een slok nemen. Laten dus we dat proost doen. Proost. Mm-hmm. Ja. Lekker? Dit is echt een slok wat ik heb genomen. Heerlijk. 31%. Die watermelon is papi, mijn olegi. Is lekker? Lekker? Is lekker hoor. Hij doet wat aan toch? Ah, ik ben vier was aan die. Lekker man. Welke smaken zijn er allemaal? Honeydew, watermelon, amaretto heb ik hier. En asanjana? We hebben amaretto. Mango. Ja? Oké, okay, dus lekker. Mm-hmm. Oké, okay. Hey, proost. Proost. Mm. En, is het lekker? Ja toch? Loeko, we gaan meteen erin. 24 jaar. Ik benadruk het, dus je hoort hoe bewonderenswaardig ik het vind en hoe erg ik onder de indruk ben daarvan. Ja. Jullie kwamen ook hier binnen hand in hand, zaten... zitten hand in hand. Het is echt een automatisme, hè? Maar het is gewoon mooi om te zien. In 24 jaar, hè, want het is mooi, maar laten we real praten. Ik vraag me dan af,
Laat me bij Marvin beginnen. In die 24 jaar, als ik je deze vraag stel, waar moet je meteen aan denken? Wat was het meest uitdagende dat jullie hebben meegemaakt, waar jullie liefde echt werd getest? In het begin, waren we dus, zoals ik je... misschien weet niet dat ieder, we zijn echt vanaf tieners in een relatie met elkaar. Ja. Hoe oud eigenlijk? Zij was 16. Ja. Maar toen was het nog niet echt liefderelatie, hoor. Was het meer kennismakingen. Ja, nee, je bent nog jong, toch? Dus ja, die puppy love, Sanis. Ja, noem het maar zo, puppy love. Ja, toch? Dus ze was 16 jaar toen ik echt begon te praten met haar. Uh-huh. Ja, en vanaf toen, je begreep, 16 jaar, je bent nog kind in huis. Uh-huh. Dus van haar vader mocht ze totaal geen vriend hebben. Want natuurlijk te begrijpen, ze was nog jong, school gaan. Ja. En papa's meisje. Prinsesje. Dus toen kwam ik en dan op een gegeven moment bleef het maar zich voortzetten, die gesprekken en die ontmoetingen. Omdat we zelf ook van één buurt komen, hoor. We woonden maar twee straten verder van elkaar. Oké. Dus zo kwamen we elkaar vaker tegen, hoor. Die tijd dat je geen telefoon hangen, die soort zanati. Dus om op je vraag terug te komen, die uitdaging begon toen. Het feit dat ze geen vriend mocht hebben. Ja, want je denkt, je vraagt van, hey, mag ik je vriend worden? Wil je mijn vriendin worden? Maar dat heb je gevraagd? Nou, niet direct. Zo schattig. Nee, niet direct. niet op die manier, hoor. Maar in die richting gingen we en natuurlijk, ze begrepen het ook. Ja. En toen we dus ergens 2 jaren verder dan werkelijk, met een relatie zijn gestart. Ja. En heeft haar vader er toen gezegd van, hij wil dat niet. En jullie waren al 2 jaar aan de gang? Nee, we waren dus vanuit 16 jaar van haar. Ja. Waren we 2 jaar gewoon bezig te praten, weet je? Ja. Praten en al dat soort. Even tussendoor, ik hoor dat je het strategisch hebt aangepakt, hoor ik hier, als man zijnde. Ja, eigenlijk, ja. Als ik bij Wallace die zit in rust. No. Vanaf dag 1, die mission met Agno, die snap me. Ernstig? Oké, daar komen we zo meteen op terug. Ja, dus die uitdaging die toen kwam, was dus die challenge om het van elkaar te krijgen. Maar we waren punt 1, jong. Punt 2, van verschillende soorten gezinnen. Verschillende soorten achtergronden. Ne? Achtergronden ook. Ja. Weet je? Zij kwam uit een situatie waarbij haar vader en haar moeder waren gescheiden op haar 13e jaar. Oh ja, dus, dan is het nog vers eigenlijk wanneer ze 16 is. Ja, en ze bleef bij haar vader, dus hij was echt protective. Ja, hij wilde dus haar echt beschermen tegen die buitenwereld. Uh-huh. Maar ergens niet weten dat gevoelens daar ook meegaan, zo, weet je, met de jaren. Als je groeit, wordt je gevoelens, die groeien ook. Uh-huh. Dus we mochten niet met elkaar zijn. Want mijn ouders hadden niet echt moeite ermee, maar ja, ze hadden zoiets van, als die dame haar vader niet wil, moet je van eraf blijven. Oh, ah, ja. Dus dat was een challenge voor ons. Ja. Want we dachten toen van, we moeten het stoppen. We hadden toen een gesprek, we dachten van, we gaan stoppen. Maar na dat gesprek, waar we hadden besloten dat we zouden stoppen. Ja. Dat kwam er weer. Maar even, zo volwassen al op jonge leeftijd. Nee. Dat jullie gaan zitten ik praten van één. Nee, kijk, als ik het heb over praten, dan moet ik dit ook aanhalen. Dus zoals ik je zei, we woonden niet ver van elkaar, dus we pakten dezelfde bus. Ja. Naar school, van school. We kwamen elkaar vaak tegen in de bus. Ja. Dus daar ging praten plaatsvinden. Dat is soms weer, bus. Maar je benadrukt aan praten, jere. Ja, omdat, al moet ik het zelf zeggen, ik ben een prater vanaf kleins. Oké. Ja. Isabi toch? Dus ik heb mijn best gedaan. En dat was een van de challenges voor ons. Dus gelijk vanaf het begin challenge. Er was een challenge, omdat we dus eigenlijk nog te jong waren om vriend en vriendin te worden van elkaar. Ja. Maar voor ons maakte het niet uit, want we vonden elkaar leuk. Jullie zijn verliefd. We zijn verliefd. Ja. Dus dat is een van de grote challenges voor ons geweest. Dus de eerste challenge in het begin. Is de eerste. Isabsang, laten we even daar blijven bij 16 jaar en beginfase. We zijn al terug gerewind. Look at the pros, feest is een feest. Jullie liefde is een feest. Maar wie heeft wie gevangen? Ik heb gevangen, denk ik. Wie na een jaar. Ik heb gevangen, want hij heeft er een jaar voor moeten werken. Wacht, ik kom bij jou. Mm-hmm. Laten we kijken hoe hij dat ziet. Kijk, zoals ik je zei, in het begin was het meer praten. Ja. En op een dag, weet je, uit praten komt er veel, want dan je schooit van toe, troef toch. En je weet maar nooit, misschien worden jij en ik samen... En dan de one die is toch...
Ah ja, dat bekomt. Die ook nog? Die zat er ook bij. Dat kon later, want dat niet betwijfeld. Ik moest eerst kijken. Je durft er niet te reageren. Want ze was altijd zo, weet je, niet te close. Ze sprak wel, maar dan niet te close. Je was streng, Aisha, zo jong. Ze was streng. Ja. Oké. Ze was streng, dat wel. En tot nu toe is ze streng. Niet. Nee, precies. Ja. Ah, ja. Nee, ze is zo een eigenschap van de, dat ze dat nog steeds heeft behouden. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment waren we veel, veel verder. Dus qua vriendschap. Ja. En ja, toen gingen we op de middelbare school. Zij zat helemaal op het... Zelfde bus, zelfde school? Nee, dus zij zat niet op Geersvleet. Okay. Dus zij moest twee bussen pakken. En ik was vlak op Zorg en Hoop. Ik was op HAVO. Dus die lijn 8 pakten we meestal samen. Uh-huh. En we gingen altijd, weet je, loeren op elkaar. Uh-huh. Dus daardoor even kort tijd. En toen heb ik de vraag gesteld. Maar die tijd, ik was niet zo dapper om die vraag te stellen. Weet je, man to man of man to woman. Ja, ja, ja. Dus we deden het middels een brief. En ik heb toen een brief voor je geschreven. Man, die is Farah toen al. Ik heb een brief Na een dappie. Ik schreef een briefje. En heb ik mijn gevoelens daarin geuit. Ik heb aangegeven hoe ik me voel wanneer ze voor me staat en al die dingen. En ja, ik heb toen een beetje parfum van me erbij gespoten. Hé! Hey. Ja, toen zei ik van... Dat is één romanticus. Misschien kan je ruiken, weet je? Je is misschien, het lijkt al hoe ik je als 16 jaar ging, hoe je schreef. Ik wil voor die parfum. Nakken we aan even. Dus, vouwen, sluiten, likken, uh-huh, likken. Uh-huh, uh-huh. Abede, eerlijk gezegd. Ik ben een parfum van mijn omu, van de voedoe. Inderdaad. Lekkere toch? Versace, ja. Ik weet nog. Ja, Versace mee? Ja, het was een parfum die al op een kwart was, maar meestal een omu min op een spoit dem hoor. De oom hoort dit voor het eerst? Ik denk dat hij het voor het eerst gaat horen. Ja, zomaar ben voor mijn boyfriend. Hé, hey, wie heeft mijn parfum gebruikt daarna? You! Nee, dus, dan heb ik een brief voor haar geschreven. En natuurlijk enthousiast wachtende op de antwoord. Ja. En ja, ik heb toen weer een brief van haar gekregen. Hey. En toen is ze me gezegd, ze gaat nadenken. Oké. Okay. En dit was na? Dat een was jaar toch? Ongeveer? 18, toen was ze 18. Dus 2 jaar? 2 jaar of oké, oké, oké. Dan gaat ze nadenken. En ik denk je langer. Mm-hmm. Was 19 jaar moet je zo'n antwoord. Aisha, goed en eerlijk. Je hebt hem dus zo lang laten wachten, maar je vond hem leuk. Maar jij vindt... Ja. Ik ga niet zo makkelijk ingeven. Nee, precies. Ik vind, hij verdient me toch? Okay. En dan moet hij me zijn liefde bewijzen. En dat heeft hij gedaan. En goed ook. Het was wat hij zei, door middel van brieven. En je bent vergeten te vertellen dat we echt ellenlange gesprekken hadden in de avonduren. Totdat we... Je nou prater, Samsija, prater. En onze ouders hebben torenhoge rekeningen gehad. Ai boy. Oh ja, die tijd. Dat was ook op een moment hebben ze hoe noem je die? Aansluiting. Toestellen voor scholen in hun kasten. Oh, ernstig. Ja, is dat zo erg met jullie? Is, kan je eigenlijk niet aankomen. Niet dus op een gegeven moment gingen we die toestellen uit die kasten weer weghalen en met elkaar bellen en... Ik ben blij dat we dat hebben meegemaakt, weet je? Omdat we anno 2023 dat niet meer zien bij de jeugd. Ja, ja. En dat van die brieven vooral, die hebben we nog steeds, toch? Ik heb niet allemaal meer. Maar jij hebt die lat gelegd met die brief. Ja. Want nu moet jij ook performen. Ja. Ja. Had jouw brief ook parfum? Ja. Ja. Lippenstift, alles aan het kussen. Ik denk dat het idee eerst bij mij was ontstaan. Ik had eerst dus parfum gezet, kusjes gezet, weet je. Ik speelde hard to get my... Ja, maar dat is wat ik bedoelde, want je wilde hem ook... Ze gaf die stille wenken. Ik vond hem ook leuk, ja. Ja, ze gaf die stille wenken. Van de buurt en toen hij ook jonger was. Luko Akru, ik geniet wat hoor, die Akru. Ik denk 7 jaar of zo. Luko, Luko, Luko Akru, dit kan niet. Oké. Ik kom bekend voor, Luko. Dit uitproberen hoor. Ja, ging zo met een karretje langs rijden en ik ging hem altijd groeten. Niet weten. Zogenaamd... hoe noem je dat? Gewoon zogenaamd even, maar van binnen je hart. Ja, toen was ik 7, 8 jaar. Weet je? Ja. En dat vind je gaat uniek. Weer terug. Nee, ja, dus dat was way back, way back. Wacht even, jullie gaan 24 jaar, maar hoe lang kennen jullie elkaar? Nee, dus kijk, als we praten over elkaar kennen. Ja. No, dat is het vanaf 16 jaar dat we kennis hebben gemaakt. Echt. Nee, maar dat jullie weten van elkaar. Wat zij zeggen. Nee, vanaf 7, 8 jaar. Dus dat wat ik hier ben loeren. Jong, 7 jaar. Nou, maar 7 jaar. Als je met auto speelt, je moet mij... Toen wist je niet wat liefde was. Nee. Maar collega's, Sabi. Nee, eerlijk gezegd. Die 7, 8 jaar tijd, dan was ik nog niet op dat niveau. Nee, maar zij wel. Zij zag je wel. Hoor je? Nee, we groeten elkaar. Oké. Ja, jij riet langs en jij groet hem ook. Nee, dus ik had een go-kart. Je weet wat die go-kart zijn, toch? Ja. Ik had een van
die oh. kapotte, afwang. Ja. Dus maar dan was go-kart. Want ik alleen had in de buurt, dus dan met Reina passie. En dan toen reed ik vaak langs haar, want ik had een vriend van me die ja, is nu al overleden. Nee. Maar ik ging toen bij hem. Hij woonde in de straat van haar, verder. Toch? Dus zo ging ik vaak langs en ze zag me, want ze was altijd op het balkon. En ze ziet iedereen die langs gaat. En ik groette altijd netjes. Oh ja, want ze had, haar vader had een boekenzaak beneden. Ja. Ze verkocht stickertjes en dat soort dingen, boeken, allerlei dingen. Dus ik ging ook daar met mijn fiets om soms een sticker te kopen. Dus zo kwam ik er wel tegen, maar ik was toen nog niet verliefd hoor. Ik vond haar altijd wel een mooie jong meisje, mooi. Maar Anno bij broeien je eten echt. Nee, maar dus, toen ze 16 was, dat straalde ze echt wat uit. Want dan, weet je, echt zo mooi met haar korte rokjes. Amma takke netjes. Ja. Toen ze 16 was, straalde ze wat uit. Ze straalde iets uit. Ja, gili, laat me verstaan, zei je takke? Ja, iets op de tiener, dat heb je in bepaalde zin. Maar je straalde iets uit, ai. Ja, tuurlijk. En dan vanaf toen begon het bij mij op te vallen. Ja. Hey. Zij is het. Ze is echt goed, joh. Ze is echt een topper. Maar dat niet bij mijn actie, maar dan ga ik verhuizen. Want je hebt het al een beetje gezegd. Mm-hmm. Wat was dat het moment dan dat jij... Nee, weet je wat? Ik ga hem nog meer versnellen. Yeah. Dit is die puppy love beginfase, toch? Ja. Yeah. Maar wat was het moment dat je zei van... Hé, deze kill. Ga ik voor life meer zijn er? Kan dat nog sabi? Hij is een aanhouder geweest. Hij heeft, ondanks ik hem heb gezegd dat papa hij wachtte, heeft hij zeg maar niet gewacht. Hij heeft elke dag contact gemaakt, hij heeft brieven blijven schrijven. Shit, en ik had op een gegeven moment echt zoiets van nee, hij houdt echt van me en ik kan hem die kans geven. En het was ook een periode waar mijn ouders uit elkaar gingen en ik had eigenlijk liefde nodig. En hij gaf me eigenlijk alle liefde. It's all about dus ik timing, heb het zo it's opgevangen. All about timing. Ah, yes. En vanaf daar is er toen echt die klik ontstaan en dan zijn we zeg maar officieel begonnen. Ja, toch? Nee, maar Lucas aan mijn actie. Ja. Dus vergeet, dus volgens mij is dit het verhaal, toch? Verliefdheid, infatuation, maar dan begint de relatie echt. Ben je ook als je van, wacht even. Ja. Dus wat was dat moment? Dat je zegt van, misschien was het een actie, misschien was het de situatie waar hij zichzelf heeft laten zien. Dat je zei van, deze man hè, ga ik nooit laten gaan. Ik kan het ook naar jou verhuizen als je hij wil. Is echt... Vergeet verliefdheid. Er is iets van, ze straalde iets uit. Maar er is ook meer dan dat. Waar je ziet van, maar deze vrouw is tof. Mag ik? Ja, graag. Okay. Er was eens, toen we al vriendin waren. Op een laag pitje. Iemand hoe is. Vader weet niet. Als dan voor een slow zogenaamd, maar... Nee, serieus. Hoe ben je silent. Isabi, maar toen was er een kerel die daar beneden bij haar... een appartement huurde bij haar vader. Yeah. Want zoals ik je zei, dat een boven beneden woning. Yeah. Beneden werd verhuurd. Ja, mijn Zabiera, volgens mij iets is misgegaan. Misschien was hij niet in een goede stemming die dag. En ik stond bij die poort met haar te praten. En hij kwam en hij zei, ik moet niet daar staan. Mm-hmm. Dus ik moet me verwijderen van daar. En ik had zoiets van, is maar naar jou. Yeah. Dus ik heb hem geblufft. Ik zei van, hey, brada, hij is koifiera. En als je dat met dat kan gaan meet, ja. Weet je, dat is echt stoer, toch? En die man werd kwaad en hij ging naar binnen en kwam met een of ander kapmes op me af. Hey. Dus, ik weet niet hoor. Minowanbo moe in een verhaal. Hey. Maar hoe oud waren jullie toen? Ik was 20 nog. Ja. 20. Ik kan tegen dat Aisha... Op dat moment dacht ik, boy Marvin, doe je zo spraak. Ja. Had ik, boy Marvin. Die vraag is ingevuld voor haar. Ik zeg, waar dacht je van deze man, dat was daar voor haar? Dat ze, deze, dat wat een beschermer. Nee, ik dacht, hij is een aanhouder, hij is een beschermer, hij is stoer. Ik was hij is willend, voor kapwam man om me. Nee. Dus die man wilde mij kappen. Oh ja, omgekeerd. Maar dan wil ik even, Isabita, want ik dacht van... Hey, je wil blijven leven, staan. Anders kan je niet van haar genieten. Ja, maar ik was met mijn vaders auto en mijn vader had heel veel gereedschappen in die auto. En hij had een of andere schroefboormachine. Als een beetje zo'n gom. Dus ik griep dat en ik richt op die man. Dus die man dacht dat het een wapen was. Dus eerst om een lompak aan mij, maar dat... Mijn lompak aan man. Dus het werd een gevecht tussen ons daar. Kort gevecht hoor, niet echt intensief. Maar hij ging toen weer naar binnen en op een gegeven moment kwam de politie erbij. Hij heeft aangifte tegen me gedaan.
Mm-hmm. Dus toen kon mijn homie aan. En ik werd in verzekering gesteld. Is je zo'n probleem met jou? Dat is gewoon een dag. Is niet meer. Maar dan nu kom ik op jouw vraag, hè, waar ik heb gezien. Ja, 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 ja. Dat, hey, Aisha moet het voor mij zijn. Mm-hmm. Ondanks zo'n strenge opvoeding had van haar vader en werd verboden met mij in contact te zijn. Ja. Is ze me elke dag komen zien, hè. En ze verzon van alles voor die politieagenten. Geen stiekompjes uit huis. En ze kocht met haar laatste geld, haar zakgeld, die ze echt veel, een tas met allerlei lekkers voor me gebracht. Elke politieuitvlucht was het. Dus ze kwam en toen ik dat zag, hè, heeft het me wat gedaan. Ik dacht van, hé, als maar die loopt mee, boy. Anders, andere dame zou deze kansen niet nemen. En, nee, dan, en met haar achtergrond ook. Met haar dus achtergrond. Eet ik kans. En ik dus, heb letterlijk gelogen dat ik bijvoorbeeld volgende dag uit moest. Want die agenten zeiden ervan, je komt elke dag en dan vandaag gaan we je niet helpen. Toen zei ze van, nee, ik ga naar Nederland morgen en ik zie hem niet meer. Kan ik het? Dus Amsmali. Maar toen kwam ze de volgende dag weer en die agent zei er, oh, zou je niet naar Nederland gaan vandaag? Nou, zei dat was voor mij. Ik was van allerlei verhalen alleen om te zien. Dan zag ik hem even 5 minuten, was mijn dag helemaal goed. Goed, toch? En dat was de eerste keer dat ik heb gezien dat Aisha voor mij moet. Maar dat heeft je goed laten voelen in die cel. Gewoon je goes door. Dus, hey, man. Ja, man. Je ligt op steen. Je dacht, Boeiano. Helemaal, helemaal. Maar ik ben ook niet gevonnist geworden. Hoor. Ik was maar aangehouden. En de vorige bij parket ben ik dan in vrijheid. Dus ben ik hier niet gezonden. Want hij heeft aangifte gedaan dat ik een vuistvuurwapen voor hem heb getrokken. Maar, terwijl naar boormachines zijn toevallig Ivini. Dus dat ding is netjes afgehaald. En ik moet ook zeggen hoor, ik heb ook vrede met hem gesloten daarna. Na een paar jaren of een paar maanden denk ik ook. Want het is een soort aangetrouwde familie toch? Ja, aangetrokken. Zeg maar, ja. Noem het maar zo, ja. Dus hij moet blij zijn, hij is onderdeel van jullie liefdesverhaal. Ja. Sterker nog, hij is in Gilly's love line. Ja, hij weet wie hij is. Maar, op zich is het niet zo'n punt om hem aan te halen. Maar ik geef alleen maar dat geval. Ja. Dus daar heb je gezien van. Daar heb ik gezien. Hé, meisje dit. Nou, ik heb gezien van. Dus P.I.P. zag verliefdheid en alle die soort beginfases. Omdat sommige van die celgenoten me ook zeiden toch van. Nooit meer mee te komen, man. Als maar loes mee en zo. En dus dat soort dingen. En weet je dat toen heeft hij gezegd van, je moet blij zijn. Jouw vriendin maakt echt moeite. En dan is het tot me doorgedrongen. En dat was de eerste keer. Er zijn nog meerdere keren. Aisha, je lacht zo trots en verliefd. Ja, ik ben het ook. Is je dat? Nee, maar wil je met mijn vier van zien? Nee, is het beautiful. Dus ik wilde deze show beginnen. En kijk, zo lief als dat ze zijn. Ik zeg, boy, in een mis don't say je vrouw. Hij zegt, als je dat wilt, is jouw show. Ja, tuurlijk. Ja, je bent welkom, Giel. We zijn je gasten. Zo verzekerd zijn jullie open, jullie liefde. Ja, man. Nou, ik ben zeker. Ik weet wat ik wil. Nou, Milo Beng, maar dat is dus het punt. Want heb je dit ooit gehoord? Dat is dus het punt waar hij dacht van, deze? Ik denk niet dat ze het ooit heeft gehoord. Is het toch? Nee, ik heb er niet gezegd. Nee, tegen alles. Weer een tweede eerste in jullie 24 jaar hier in de show. Krooi water. En het verhaal van P. Amanchi van, als ik deze laat gaan, dan laat ik mezelf gaan in het leven. Ja. Klopt. Toch? Klopt. Met dat mooi toch? Ik hoor mezelf praten, ik denk van, dat was best mooi. Je hebt het goed gezegd. Je hebt het heel goed gezegd, jullie. En Luko, jullie twee, dus die brieven en al die dingen. Mijn volg, Aisha. Ik praat met Aisha, hè? Mm-hmm. Van hey, kom lekker in Gilly's Love Line. Aisha, na geweldig woord toe eigen breuk. Dan kan ik me alleen maar voorstellen, die brieven van jullie. En die telefoongesprekken van jullie kan ik me voorstellen. Want ik weet hoe het gaat in Suriname. Yeah. In Suriname, wanneer je vooral beginfase, dat mijn lobby. Uh-huh. Vooral beginfase, wanneer mensen bezig zijn met de vrouw, toch? Mm-hmm. Daar is dat boemstrak Hollands. Dame, de manier waarop je bent gevormd, weet ik veel wat van jullie doen. Ja, had ik gedaan, Maar wanneer jullie lang gaan, nou, gewoon straatoon, rang. Ja, dat moet er, maar heb ik gelijk, kwamen jullie met woordtoes, vooral deze denk ik. Ik verdenk haar ervan dat heb ik hangen wat toe woordtoes aan Younes. Nee. Dat deed je alsof je het begreep. Ja, inderdaad, dus affiniteit, inderdaad. Ja. En die tijd is geen Google. No, die tijd is een bibliotheek, dus je bibliotheek. Zijn daar affiniteit, joh. Nee, draai bakken, nee, schrijf aan trouw woord toe geen bakken. Dat is safe. Eerlijk gezegd, veel woorden gebruikt, want ze is een betere prater dan mij. Ze kiest woorden beter uit, vind ik hoor. Maar in haar chant,
Uh-huh. Is er soms wel een paar woorden gebruikt bij mij, denk je dat boy, dat is mijn bedoel. Is het toch? maar zo handig als dat jij bent, heb je het voor bloem. Ik heb het voor bloem. Maar ze stress. Iedereen reageert, je mix zo. Ja. Maar nee, maar bij Ayesha ga je dat niet vinden. Nee, en ze heeft het door. Begrijp je wat ik vraag? Is het toch? Nee, facile, helemaal. Nee, facile. Brian, ja, ik begrijp het, maar ik denk... Ja, op het laatst in haar boormachine, die man voor bloem, dat in even staat, zei dat je eigenlijk. Ja, maar dat is eigenlijk mijn eigenschap, hoor. Nou, man, een vriendje om je. Nee, mooi. Laat staan als je denkt van, wacht, die is nou mijn vrouw, je vriendje, mijn vis, mijn vrouw. Want ik had hem niks gedaan, ik bedoel, ik praat met haar. En... Again, aan de zijkant, want ze was erbij, toch? Ja, ze stond vlak daar. Aan ja. de zijkant, ja. jij maakt je zorgen om haar. En ik broer, ja, ze denkt, boy, man, vis. Nee, maar ik heb er ook altijd beloofd van, je bent veilig met mij, al wat er gebeurt. Ja, als... nee, maar dat moet jou, dat vind ik, dat moet jouw rol zijn als man. Helemaal. Ja. Want in 2023, wallo. Sané Kenki, regels en dit en cancel en dat soort dingen. Look hoe ik ben een old school man. Ja. Je moet goed zijn voor je vrouw, zodat ze uit zichzelf naar de man wil luisteren. Ja. En die leiding wil aannemen. Aannemen, ja, klopt. En jij lijkt dat te zijn. Heb ik gelijk, Aisha? Helemaal. We kunnen ook vandaag onthullen dat Amma Swaki dat pit op haar veld, maar niet, hè? Nee, je zegt ja, je moet zeggen nee. Maar man, tranga juist. Zwak je het op zo'n veld? Ja, dat bedoel ik. Nu pas luisteren jullie wat ik zeg. Maar nee, wat ik hier hoor, een man tranga dat je. Als het gaat om beschermen en jou goed laten voelen. Ja, zeker. Ik voel me helemaal geborgen, veilig bij mij. Mooi, zelf ik. Ja. Zelf ik hier op aan de overkant. Ik voel me ook veilig nu, maar. Ja, echt waar. Ja. Nee, dat is het goed. Dat is het goed. Ja. Nee, is een beautiful thing. Ja. Mooie verhalen, zie je? En dan zomaar mijn acties aan die. Ja. Dus die relatie begon... Niet moeilijk, maar het begon met een kleine uitdaging. Een kleine uitdaging. En achteraf, dus 24 jaar later, zal je daar wel dankbaar voor zijn, toch? Dat je zegt, aboe dat een relatie test direct. Ja, want ik heb... Want dan weet je wat het waard is, toch? Ja. Helemaal. En gaandeweg zijn dingen goed gepraat tussen mijn schoonvader en ik. Mm-hmm. We zijn de... Oh, want dat was, maar hoe lang is dat moeilijk geweest? Jaren. Want voor de mensen die kijken, zitten misschien in dezelfde situatie. Ja. En denken, boy, met deze situatie nog van mij overtuigen, man, dat boy, ik heb goede bedoelingen. Oké, okay, luister. Want die vader heeft gelijk natuurlijk. Hij is beschermend gelijk. Over zijn dochter. Maar Anno Sabi dat 24 jaar later, man, die zo deed. Ja. Dat weet hij natuurlijk twee niet. Twee dochters hebben je moet het nog beter, bewijzen. Toch? Ja, maar kijk, weet je, ik ben altijd van één standpunt uitgegaan. Toch? Uh-huh. Ik begreep die man. Ik begreep hem vanaf het begin. Nu jij kinderen hebt, zei Nee, voordat ik kinderen had. Oké. Want daar spraken we vaker over. Ja. Ik begreep hem altijd, omdat ik wist van, hey, dit is zijn prinses. Ah. Hij wil haar beschermen. En zo jong dat idee, je verstaan, je kon al volgen van, altijd. En ik heb hem nooit gedisrespecteerd, gebrutaliseerd, never. Ik heb altijd mijn mond dicht gehouden en hem zijn respect gegeven. In welke fase ook dat hij me heeft aangesproken, altijd correct gebleven. En ik heb hem rustig genegeerd al die jaren, maar ik heb voor mezelf wel gezorgd dat ik hem zal bewijzen. Dat ik het wel meen met zijn dochter. Ai. Die dag zal komen en ik ben God dankbaar. Die dag is gekomen. Hoe lang heeft dat geduurd? Zo, als je me nou vraagt... Bij Amartak van Marvin, jij bent mijn schoonzoon. Ik kan je precies zeggen, ik denk dat Maraya 4 jaar was. Onze eerste dochter was 4 jaar. Ja. Toen pas heb ik officieel 17, kennis met mijn schoonvader. Mijn 4 is 13 jaar geleden. 13 jaar geleden. Want het leuke aan jullie is... Jullie maken leuke video's, nogmaals uit pranks en challenges. En heel het gezin wordt betrokken. Klopt. Want jullie hebben hele leuke kinderen. Yes. Drie leuke kinderen. Ja. En die oudste dus was dus 4. En wat zei je dansie? Maraya. Die oudste is 17. Nu, oké. Okay, maar over haar heb je toch? Zij was dus 4 toen? Ja, zij was toen 4 jaar. Mm-hmm. Toen ik pas op een normale manier, of op de juiste manier, kennis heb gemaakt met mijn schoonvader. Ja. En nu als je terugkijkt, dan zeg je van, het moest precies zo lopen. Heb je dat? Kijk, ik ben een realist, hoor. Juist. Ik accepteer het leven zoals het leven naar je toe komt. Nee. Dat zeg ik uit alle ervaringen die ik heb gehad in de 41 jaren dat ik al leef. Dus ik zou de tijd... Ja, we zeggen altijd, je wil de tijd weer veranderen. Je zou wat anders doen. Ik zeg, het is gegaan als het is gegaan. God heeft zijn plan gehad. En... Ja, uiteindelijk is het goed gekomen. Dat is voor mij van belang. Het eindresultaat is goed gekomen. Nee. Dus dat is voor mij van belang. Ik zou het natuurlijk
altijd normaal willen hebben als, weet je, vanaf het prille begin. Ja. Maar ik begrijp die man, ik begrijp mijn schoonvader zijn situatie wel. Ja. Dat deed je al voordat je dochters had gehad, maar nu je dochters hebt gehad. Voordat ik dochters had, omdat ik wist wat het was om... Ik had ergens een beeld al wat het was voor hem om uit elkaar te gaan met haar moeder. Oh ja, dat was er ook nog bij dus natuurlijk. Ik begreep zijn standpunt. Ja. Snap je? En ik heb nooit een verzet gepleegd of zeg maar dat ik die man ben gaan disrespecteren. Miliba Marus. Oké. Ja. Maar ik ben blijven houden van zijn dochter. Ja, ja, sowieso. Ja. Niets gaat dat storen. Nee. Ja, en natuurlijk, nu Mooi. Heb ik dochters, dan begreep ik het nog meer. Dus ik weet ongeveer, ja, ik weet ermee om te gaan. Oké. Ja, als vader ben je altijd beschermend, toch? Helemaal. Ja. Helemaal. Ja. Helemaal. Ja. Ik praat veel met ze. Mooi. Aisha, ik zit te luisteren naar jullie verhaal. En ik kan me voorstellen dat in die tijd... Ano, Marvin van Beluru. Toch? Nee, zeker niet. No? Maar hier was dus Marvin, je hebt gewonnen, whatever. Zonder dat je bezig was met de wedstrijd, je hebt gewonnen. Weet je hoe ik jullie ben tegengekomen online? Ja. En dat vind ik bijzonder. Want jullie zijn dus van de... Jullie doen veel pranks. Ja. Challenges ook nog. Ja. Maar allereerste video die ik van jullie zag. Ja. En ik stel voor dat je ze gaat checken. Aisha en Marvin, zoek het op Google, Facebook, TikTok. En je komt hun tegen. Is eigenlijk een video waar jullie richten op de jongeren. Yes. Ja. En ik keek ernaar, ik ken die tijd, veel gewelddadigheid tussen jongeren en jullie hadden het gevoel dat jullie wat moesten zeggen. Ja. Dus daarin zie ik van, hey, deze mensen hebben door dat, wie's there one of no one, ze zijn een rolmodel. Ja. Dat vond ik mooi. Wat heeft jullie pranks op pauze laten zetten en zeg maar, laten we dit doen? Of omgekeerd, Aisha, laten we dit doen. Ja, dat idee van... ik wilde in het begin niets van TikTok weten, hoor, eerlijk gezegd. Hij is gekomen met een concept. Nou, je staat daar zo? Ja. Wat bedoel je? TikTok of die motivation? Eigenlijk heel die movement. Dus ja, ze begint even bij het begin. Ja, ik ben ermee gestart. Omdat, ja, ik heb gewoon zoiets... Ik keek vaker naar TikTok. Ik bedoel, ik volg de andere mensen ook. Ja. Dat is buitenlanders merendeels, hoor. Ja. En ik kon veel terugvinden in ons relatie. Yeah. Dus, weet je, dingen van de dag. Toen heb ik er gezegd van, hey, ik wil een video maken van ons. Ik zeg, want meestal, het is iets dat, dit komt dagelijks voor. Ik sta vroeg op. Ik ben 4:30 morgens al op. Aladé. Ja. Het kan misschien een uurtje verschillen. Afweken, maar je staat vroeg op. Ik ben vroeg, voor 6:00 ben ik al wakker. En zij slaapt nog lekker zo onder de deken en alles. Prinses. Ja, niet. En het feit dat ik gewoon... Dus ik hoef niet eens lawaai. Ik hoef niet eens een geluid te maken. Ik moet gewoon opstaan. En naar Arada voel ik er ook bij dat hoort wakker. En dan bak ze me met die kussen. En gaan weer slapen nou. We hebben nog een uur. Je klets mooi. Oké. Dus toen hebben we dat voor film. Dat was onze eerste film. Oké. Waar ik wakker word en gaap. En zij slaat me met die kussen en ik vlieg ondersteboven. Want wat is dat ding? De bedoeling was dat ze me gewoon een map zou geven met die kussen. Maar als man had ik mee moet trangen. Had ik een kans. Ik was al onstabiel. Onder de mond van entertainment had ik nog maar. Ja, je verstoort me. Dus weet je, we hebben die camera ready gezet. We gaan het filmen. En toen heeft ze me te hard geslagen. En ik ben echt gevlogen naar de andere kant van dat bed. En dat is heel goed. Ja. En ja, toen we die film nou bekeken. Ja. Dan vonden we het beide grappig. Is leuk. Ja, is leuk. Yeah. Dus ik zei dat ik ga posten. En zei, nee. Dat hoeft niet. Ik wilde echt niet zeggen. Is niet de goede engel. Is dit een goede engel? Ja, ze vond van, ik ben pas wakker. Waka naar Gilly's Love Line. Ik van, is het wel een goede engel? Nee, maar vind ik, al jouw engels zijn perfect. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als het voor mij vanaf zo wakker is, is het zo mooi. Dan, waarom moet je make-up gaan zetten en al die dingen? Dus toen hebben we die film gepost. En ja, tot onze verrassing... Is het viraal gegaan. Mensen begonnen het te liken. Iedereen zegt van, zelfde bij mij. Herkenbaar toch? Herkenbaar. Dus, en toen kwamen de vragen toe. Want maken jullie meer films, hoor? Want het is echt leuk. Oké, leuk. Dus we zijn toen verder gegaan, maar... Dat was gewoon films maken. Zelf bewust die camera zetten en films maken. Ja. Maar toen kwam deze mevrouw met een ander idee. En dat waren die pranks.
Oh. Dan, en elke keer dat ze me prank, weet ik er niks van. Oké. Okay. En omgekeerd, wanneer ik haar prank... Is organisch. Dus die pranks zijn real. Die pranks zijn organisch. Real. Geloof het of niet, real. Eerste real. Soms wil ik het ook niet geloven dat ik zo reageer, maar ja, het is gewoon de real thing. Ja, dat ja. Is, ik vond dat erg bijzonder. Eerste keer had ik er moeite mee, want de eerste prank was echt een wreede. Het ging over maandverband. Oh. En ik wil bijna niet eens dat je doorvertelt, want hij stoort me. Ik was gewoon... Nee, Gil. Nee, wat zeg je? Nee, dus ja, dus nee, hoor, ik hoor maandverband en ik kan me al een beetje invullen. Ja, begrijp me like man, man. Van. Dus ik, maar dat, toen werd ik wel boos, hoor. Ik was wel boos. Ik ga je eerlijk zeggen. Je boos, toch? Ja, man. Oh, ja. Toch wel. Ja, man. Maar kan... loop zo. Dat hadden we ontdekt bij het verhaal van Howard en zo. Zoals ik je zeg, kijk nou, ik ben een grappenmaker. Ik hoef van mijn grappen maken. Maar als ik op het serieuze kom, ben ik serieus. Als ik op werkgebied bezig ben, ben ik een hele andere Marvin. Andere. Trouwens, mijn collega's die weten dat. Of tenminste, de mensen die met me werken weten het wel. Maar ik hou van mijn kiek. Dat Mali Big Ba. Mm-hmm. Ja toch? Dus zo is het ontstaan. Maar ik weet niet. En ook die sloeg aan. Aan maandverband. In principe, die is aangeslagen. Die is beter aangeslagen dan die soort van filmpjes wat we maakten. Het ging viral, het werd zo gedeeld. Ja. En mensen konden, gingen maar dood van het lachen. Ah, ja. Aan de hand van de reacties, hoor. Ja. Dus kijk, maar jullie zijn de zuivere mensen om dit te doen. Ja. En wat bedoel ik met dit? Jullie gaan zo lang met elkaar, want dit is pas toch? Jullie zijn eigenlijk pas begonnen met die filmpjes, toch? Ja, al een jaar zijn we bezig. Al een jaar, dat is pas, geloof me. Dat is pas. Een jaar. Dat is pas. Maar waarom het veilig is voor jullie om te doen... Jullie gaan zo lang met elkaar. Jullie weten waarvoor jullie staan. Jullie kennen elkaar. Precies. Dus next normal forma san funu. Precies. Want nu breng je element in jullie relatie. Ja. Waarbij je buitenstaanders betrekt in jullie tori. Ja. En die vinden dit, die vinden dat. En jullie hebben allerlei positieve reacties. Ja. Maar het kan ook gewoon zomaar misgaan. Maar ik kijk wat die mensen zeggen over... Ja. Maar ja, jullie zijn ook volwassene mensen inmiddels. Ja. Ik denk dat zou gewoon kunnen als je jonger bent, een stelletje. En zeg, kijk wat ze over ons zeggen. Ja. Maar overal, zeg maar 90% zijn onze reacties positief. En die negatieve nemen we ook mee. Ik bedoel, van zijn ook onze followers. Ja. Ze hebben hun eigen mening, we storen ons niet daaraan. We kennen elkaar. Ja. En ik weet precies tot waar die grenzen zijn. Ja, toch? En het belangrijkste is, we zijn gewoon onszelf. Alles wat je ziet op TikTok of op social media is daar gewoon... Daar ben ik een grote fan van, die zelf zijn. Ja. Dat is gewoon we vervullen me gewoon als real life. Maar het ziet er zo gezellig uit. Ja, en op je eerdere vraag terug te komen. Behalve die pranks en challenges, dachten we echt zo van... Het sprak ons echt aan dat zoveel jongeren zelf willen doden... en zelfmoordgevallen en allerlei van die nare ideetjes hebben. Mm-hmm. En we dachten van, weet je wat? Laten we met ons doelgroep, met ons bereik, zeg maar... een motivational filmpje maken dat viraal kan gaan... En geloof me, we zijn zo blij dat we dat hebben gedaan. Omdat, ik zal nu geen namen noemen, maar die dag toen we dat filmpje posten... Hebben drie mensen mij persoonlijk in mijn DM bericht, zeg maar. En ze hebben ons aangegeven van, ik ben zo blij met dit filmpje. Weet je dat ik op het punt stond om zelfmoord te plegen? Mm-hmm. En het heeft ons zo geraakt, weet je. En je weet niet wie het nog, hoeveel mensen het nog dus allemaal dus jullie worden zelf verrast met wat jullie... Ja. We gaan een paar pranks doen. En, maar je ziet van, oh my god, look at waarde van wat we doen. En is mooi. Weet je wat leuk is? Zoveel mensen benaderen ons en zeggen van, weet je, we stressten. Maar alleen door het kijken naar jullie filmpje heb je ons dag gemaakt. En daarom is ons slogan, Marvin Ayesha, making life beautiful. Nee, maar dat wat je net vroeg. Wat ons er naartoe heeft gedreven om die motivation video te maken. Het was in die periode waarbij twee scholieren... Klopt, die gewelddadigheid van die tieners hier in Suriname. Met de dood ten gevolge, toch? Ja, klopt. En dat heeft ons echt geraakt. Omdat ik was die dag aan het werk en ik heb het... Ik zag die drukte daar. Dus ik kon me niet voorstellen dat dat zo ver kon gaan. Ja. Weet je? En dus, we hebben heel veel jongeren als doelgroep. Dus we dachten van, we kunnen ze zo bereiken. Dus nogmaals, dit was de eerste video die ik van jullie zag. Dan nog sap Noah zelf prankzanger is op Zandaki. Ramtak, zo maar eens, man. Tof dat ze dat doen. Ja. Ramtak, en ze hebben ook nog invloed. Ze zijn ook nog influencers.
Ja. Oh, dope dat ze tijd daarvoor uitnemen en doorhebben van, hey, laten we dit doen, naast al die dingen. Ja, ja. Maar jullie zijn ook volwassenen, dus dat is dope om te zien. We zijn ook ouders dus, van kinderen. Ja, jullie hebben zelf kinderen waarschijnlijk. Precies. En dat zou jullie ook hebben getriggerd van, boy, zeg maar, doe jij, jong. Ja, toch. Dus dat is voor mijn kinderen gaan ook naar school, jong. Ja. Ik bedoel, mijn dochter is 17 jaar. En een jongen van 15 jaar wordt doodgestoken. Dat heeft me wat gedaan. Ja. En ik vind dat mooi. Ik wil jullie vragen om dat te blijven doen. Ik bepaal niet content die jullie maken. Ja. Ja. Maar dat is wat mij dus heeft bereikt. Ja. Die, en zo heb ik jullie leren kennen. En dan kost je die trust en denk ik, boy. Ja. Mijn oor, aan hoe toe heer de jonge mevrouw. Ieder met hetzelfde ook met onze relatie, weet je. We zijn 24 jaar. Laten we ook een boodschap, zeg maar, naar buiten brengen. En het is ook goed aangeslagen. En dat geeft ons een goed gevoel. Ja. Maar let wel, Gilly, we zijn 24 jaar met elkaar, maar dat wil niet zeggen dat we perfect zijn. Nee, precies. Dat betekent juist dat die relatie niet perfect is. En jullie toch ergens ervoor kiezen van, maar we blijven samen. Tuurlijk. Maar tuurlijk, twee imperfecte mensen maken het wel samen perfect. Perfect, toch? Niemand is perfect. Niet. Nee, nou oké. Als we het dan daarover hebben, dan wil ik gelijk gebruik maken van een moment. Want wat ik doe in Gilly's Love Line. Ja. Ik drop een liefdesquote uit de miljoenen liefdesquotes die er zijn. Ja. Soms is het iets wat ik hoor. Ja. Soms is het iets wat ik heb verzonnen. Zo lees je meer lissie en dan mee Google zoals vandaag. Oké. Okay. Dus de liefdesquote van vandaag heb ik geplukt van het internet. Want ik zag het en ik dacht, ja man. Okay. En ik wil het droppen en horen wat jullie daarvan vinden. Mm-hmm. Dat je zegt van, ik ben er niet mee eens, ik zie het anders. Of dat je zegt van, klopt, want. Ja. Mm-hmm. Ze zeggen namelijk, in een goede relatie draait het om twee dingen. 1, waardeer wat jullie gemeen hebben. Maar 2, en misschien nog belangrijker, respecteer waarin jullie verschillen. Ja. 2. Ik me helemaal invinden. Dat is een belangrijke, no? 2, hè? Precies. Dat is hoe je het uithoudt met elkaar. Dat is hoe je 24 jaar met elkaar kan zijn, hè? Helemaal. Ja, precies. En langer. En langer zelf. En langer. Deze man is niet van plan te stoppen. Anytime. Hij is echt aanhouder, ja. Hoe je hebt gewerkt voor Aisha. We hebben het gehoord. Je weet wat ik eerder zei. Als je het doet, doe het direct goed. Ga voor perfectie. Ja. Maar die tweede inderdaad. Ja. Respecteer de verschillen tussen jullie. Precies. Toch? Ja. Want kijk, jullie gaan dan lang. Dus ik kan veel uit jullie halen, omdat jullie lang gaan. Jullie hebben, jullie hebben verschillende fases. Infatuation, verliefdheid. Ja. Dingen meemaken, struggles. Dus dat betekent ook verschillende soorten struggles. Yes. Als in financieel, overlijden, geluk. Mm-hmm. En dan kijken hoe je partner daarmee omgaat en dan kijken wat jij daarvan vindt. Precies. Toch? Ja. Mm-hmm. En dan besluiten van, maar dit is waarom ik van hem of haar hou. Precies. Of zeggen van, dat vind ik minder, dit moeten we bespreken. We gaan het corrigeren. Kan. Ja. Daarover gesproken. Was er iets voor jou, Marvin? Marvin eerst. Dat je zag bij Aisha. Zoals manier van denken. Of manier van handelen. Waaraan je moest wennen. Dat je dacht van, ik doe dat niet zo. Dat is toen we pas samen gingen inwonen. Dat is weer de tweede uitdaging. En dat sabi toen precies. Ze weet ook gelijk. Ze weet ook gelijk wat het doet. Het zijn dingen waar we voor vaker hebben gesproken. Dus Mino, kan voor dat soort ideeën. Voor alles is een antwoord die zei. Alles is een antwoord. Een eerlijk antwoord. Dat is 24 jaar voor je ass. Hai, Sanning. Toen we pas samen gingen inwonen, dat was het de real thing. Ja. Dan was het geen vriendin meer. Nee. Dat is weer iets anders, toch? Ja. Vriendin, dan woon ik bij mijn moeder. Ja. En zij woont bij haar ouders. Even we stop daar. Oké. Okay. Precies. Vriendin, dan moest ik ook weer gaan wennen aan, hey, ik heb verantwoording af te leggen aan haar, weet je? Mm-hmm. Alleen bleef dat, je go hier en daar, je doet zij wat niet. Ah, ja. En toen hadden we je belling, je hebt een serie wat bericht van je precies. Klopt. Dus in het begin hebben we echt de koppen bij elkaar gezet. Van hey, we gaan het samen doen, we gaan ervoor. Want eigenlijk is die samenwoning gestart toen ze zwanger werd. Dus dat heeft ons eigenlijk geduwd naar samenwonen. Ja. Het was niet gepland. En natuurlijk, ze was toen zwanger. Maar we plannen heel lang aan het inbouwen. Dat denk ik, nee, met dat karretje reed. Die je doet zo, hallo. Dat is allemaal plannen inbouwen. Nou, maar eerst de baby ook nog plannen. Dat is echt wel. Dus eigenlijk, met alle respect, heeft God gezegd van, oh, jullie willen elkaar? Oké, neem. Even, sorry. Daarom,
Ze zeggen, be careful what you wish for. Yes, yeah. Yes, want yes. Wanneer je het krijgt, yes. Laat nu je verantwoording zien. Ja, yeah, precies. Dus daar ging het een beetje mis. Of daar moest ik gaan wennen. Want ja, zij was toen een model. Vroeger was ze een model. Yeah. Ze deed modellenwerk. En ze was ook nog schoolgaand. En één ding van haar, ze is getrouwd aan de studie. Dus oh, en ik school maakt ze geen grappen. Hey. Dus ik had een beetje moeite daarmee, want ik dacht van, hey, fuck, heb je tijd voor mij? Heb je niets van me? Dus, en ze wist dat echt gescheiden te houden, toch? Uh-huh. En ik ook, ik ging weg, ik meld niet waar ik ga, ik bleef lang weg. Dus, heb je een Libby? Bij Gwent Libby toen je alleen woonde. Ja, maar nu woon je samen. Maar nu woon je samen, en ze is zwanger, dus... Ook nog, hormonen gaan ook hun werking hebben. Yeah. Dus gedrag gaat veranderen en... En ze was geen lastige zwangere vrouw, hoor. No offense, niet dat zwangere vrouw lastig nee, zijn. Nee, we begrijpen wat je bedoelt. Je moet het gewoon begrijpen. Maar ik begrijp je. Het is 2023 en tegenwoordig moet je aanvulling geven... zodat mensen niet beledigd raken. Okay, dus dat, dus... Maar in Gilles Lovelight doen we dat niet. Nee, dus dat is... die mensen letten echt no. Wij zitten hier met goede bedoelingen sowieso. Klopt. Dus ik bedoel het helemaal niet negatief. Maar zij was echt een... ik had altijd gehoord van als een vrouw zwanger is... dan ze krakeren dit en dat. Maar het ging wel. Maar dus we moesten echt daaraan gaan wennen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld... Dus wennen aan dat samenwonen eigenlijk. Aan het samenwonen. Dat PM moest al rekening aan elkaar. Ja, en dan komt alles bij kijken toch. Bijvoorbeeld, ik was gewend in de woonkamer. In een weer jockey. In een weer jockey. Je de gewoon soms wat een nak. En omgekeerd zei ook... Maar loop zo. Schaamtegevoel was er niet van mee, zei de als maar ik merkte bijvoorbeeld bij haar, ze ging er dan apart verkleden. En ik zei er van, waarom verkleed je apart? Je moet gewoon hier. Dus we hadden echt discussies over sommige dingen. Dat in ruzies uitmonden. En het heeft een paar jaren geduurd daar om ons weg te vinden. Mm-hmm. Om elkaars manieren en gevoelens te gaan respecteren. Aye. Maar het is gelukt. Aye. Omdat ik een simpel persoon ben. Ik pas me gauw aan. Ja. Ik weet, hey, dit is mijn vrouw of mijn vriendin met wie ik voor een voortgang wil hebben. Dus if als mannen loop die zie, dan loop mijn poer mis, zodat jullie ben drapen naar Doro. Ja, neem ik die schoen mee. Precies, en we hebben verschillende karaktereigenschappen. En ja. Alhoewel van één man zijn, hij is 6 april en ik 12 april. Geloof me, verschillen we echt. Welk sterrenbeeld is dat? Ram. Allebei. Ram. Ja. We willen altijd gelijk hebben. Ik wil jullie niet beledigen. Ja. Ik wil jullie niet beledigen. Absoluut niet. Jullie zijn de gast bij mij. Ja. Maar rammen toch? Rammen. Zeg het wat is er met rammen? Dat moet je maar willen. Sidebar. Ja? Ik ben ook een ram. Je bent ook een ram. High five, chill. Dat drie lomas door, ja. Oké, weer afleggen. Nee, maar rammen zijn toegewijd. Ja. Toegewijd. Ja. En als ze gaan ze. Precies. I'm ready. Helemaal. En jullie waren ready. Ja, ik wist niet dat ram en ram ook werkte, by the way. Het werkt niet. Maar jullie zijn het bewijs. Het werkt niet. Wij laten het werken. Nee, maar echt het werkt. We hebben een sterrenbeeld, schoonvader. Lukuno, wij gaan zijn. Ja. Je moet er echt in geloven, weet je. Sommige dingen waren vanzelfsprekend. Omdat onze gedachtegang eigenlijk vanaf die jonge jaren ook meestal op één lijn was. Dus we konden elkaar vinden. Bijvoorbeeld, we houden van dezelfde dingen meestal. Oh, dat helpt. Dus, muziek? Muziek? Ja. Nee, muziek niet echt. Ja, maar behalve reggae. Want look, ik bijvoorbeeld, ik ben een beetje opgegroeid. Jugu. Niet jugu, maar Kawina muziek en zo. Oh ja, oh, ja. Dat punt kan ik je wel vinden. Nee, het is niet deze. Nee, dat is niet jouw ding. We draaien Kawina poko. Dat is nooit die vakant voor Wasingi Aisha Ernst. Ik kan wel spontaan mee. Dus dat wil ik jou dat zeggen. Bijna we want draaien op poko met Aisha Kies en Schreef. Misa wan poko. Met kruiwater. Per oulassing. Lekker wat eigen. Met kruiwater deed dat spel toe. Mooi. Jokie, man keren ja. Nee, maar ik pas me wel aan. Maar het is echt maar voor even. Wat heb je gezegd? Je zei Kona no of zei je? Kawina muziek. Kawina. Ja, vroeger die Neem staat dat bossen. Aisha Shi Sikrusani. Nega kies een schreef direct. Ze verstaat niet. Ze verstaat een schreef. Oké. Nou, meer leren ze erbij zien. Maar, oké. Nee, maar even. Dit is belangrijk. Ja. Want het is herkenbaar voor mij. Ja. Dus jij hebt dat opgeofferd. Eigenlijk van ja. Het idee van...
Boy, me no was afro this om dat. En wan niet de stappen dansvloer met we doen. Jawel, maar dat doen we nog niet. Dat wil ik wel. Hallo, dit is een nette show. Nee. Dit is een nette show. Je toon. Ik moet toegeven. Ja, nou, ik sorry hoor. Je hebt dus verticaal dansen. Maar ja, horizontaal dansen. Wat zo? Dat doe ik ook. Luister. Maar even stem je. Dus dat moet ik toevoegen. Ze luistert niet graag naar die liederen. Maar als we in een dansje zijn en zo'n lied maar dan heb je die vibe al, toch? Ja. We gaan niet ongesteld aan de kant staan, toch? Dan draai je look goed. Hé, nou een Hindistani vrouw mee, Abid. Of nou een blakka meet. Is Abid dat? Dat bakka. Je bent full Hindistans. Ja. Ja, ze is vol. Vol ik heb dat echt niet gedaan. Ja, ik had dat echt niet gedacht. Ja. Ja, man. Oké, dan ook nog. Oh, ja, mooi. En you? Ik ben dus half Creool. Hallo Hindistan. Mijn vader oh ja, is maar laat me gelijk deze kans grijpen om mensen in Suriname uit te leggen. Ja. We zijn Surinamers. Precies. Ja, dus maar dat dus wie zit dan naar Holland, Amerika of Corso? Klopt. Ja. Ook de man dat naar Suriname. Precies. Ja, klopt. Precies. Maar in die diepie, Hindistan en Dogla. Ja. Nou, we zijn dus eigenlijk voor mij gaat het niet om etniciteit hoor. Nee toch, duidelijk. Nee. Dus niet dat ik speciaal zeg van ik wil de Hindistanse vrouw. Ah, ja. Weet je, het is gewoon, ik ben verliefd geraakt op haar. Nee, en, luister, en niemand die dat denkt. Iedereen hoort, luistert en zegt hij wil de Aisha vanaf. Nee, maar, ja. We gaan weer terug naar dat karretje. Hallo, hallo. Ja. En we respecteren elkaars geloof. Ook. Hij is christen, ik ben hindoe. Maar we zijn op christen en op zijn hindoe getrouwd. Ja. Dus, en ik vind het mooi dat je dat zegt. Mij inziens, en ik ga verder naar mij inziens, want ik zeg het is gewoon zo. Mm-hmm. It's all about respect. Yes, yes. It's all about respect. Yes. Ik respecteer respect. Jou, ja. Wat jij doet. Sterker nog, ik ben benieuwd. Hoe gaat dat bij jullie? Oh, mooi. Klopt. En ik doe mijn ding. Precies. Want kijk, de meeste koppels, wanneer ze gaan trouwen, dan worden ze één geloof. En dan trouwen ze, weet je, gewoon op. Maar weet je wat ik daarvan vind? Uh-huh. Wat ik daarvan vind, kotak ieder zo'n geloof. Uh-huh. Ik vind, jij moet het geloof kiezen om het geloof. Niet omdat miwa danga vrouw dan motron asanda toe. Miwa danga man dan metron asanda toe. Maar dat gebeurt, toch? Ik vind dat disrespectvol tegen... Nee, ik hoor, is geen oordeel. Maar ik vind dat disrespectvol tegenover dat geloof. Ja, helemaal. Als ik dat word, dan word ik het om het geloof. En niet om een vrouw of een man. Ja, precies. Klopt. Maar sommige mensen offeren toch. Van, hey, ik hou van jou, ik wil jouw geloof aanbidden. Nou, weet je, dan transformeer ik naar die. Maar wij hebben het anders gedaan. Toen wij trouwden, was het ook een vraagstelling van hoe doen we met ons geloof. We hadden beide zoiets van, hey, jij mag hindoe blijven, ik blijf Rooms-Katholiek. Dat trouwen in de kerk van de Rooms-Katholieken en we trouwen op jouw manier. Dus we hebben beide gedaan. En we respecteren elkaar als geloof. Ik ben nog steeds Rooms-Katholiek, zij is hindoe. Zij bent op haar manier. Ik vind het mooi dat jullie dat zeggen, want dat geeft mij de kans om dit te uiten. Jij respecteert jouw geloof en jouw denkwijze. Jij respecteert de jouwe. Maar guess what? Welk geloof leidt in jullie relatie? Love. Love, precies. En love is onderdeel van jullie beide geloven. Precies. Maar wat doen we mee met alles? Bijvoorbeeld bij christelijke dagen. Oh, dat is mooi, hoor. Dat is mooi. Ik ook naar de kerk. Dat zou ik ook doen als ik zou gaan met een moslima of een christen. Ja, toch? En zij vindt dat belangrijk. Ja. Ik zeg dat ik ook doe als zij doen. Maar één omschrijving. Ik neem mee wasjang op blauw wat raam ik kiesjes erin. Dat is dat. En weet je, ik ga soms met haar naar de mandir. De wali. Leuk. Als zij bijvoorbeeld vegetarisch. Ik vind dat dat zo hoort. Nee, precies zo hoort. Want uiteindelijk eren we God. Het is maar één God. Uiteindelijk eren we God en iedereen doet dat op zijn eigen manier. Precies. Ik wil het nog verder brengen. Ja. Ik zou zelf met iemand kunnen... We gaan in geloof. We gaan dat niet doen. Niet vandaag. Okay. Niet vandaag. Mooi. Wat jullie delen. Ja, mooi. Dus zo doen we dat. Nee, wat jullie geven inkijk in hoe dat bij jullie werkt. En eerlijk gezegd, if je Arkeboena zeggen, ik begrijp dat dit werkt. Ja. 24 jaar. Ja. Again, ja. 24 uur is een uitdaging tussen man en vrouw. Ja, maar jullie kunnen dat niet voorstellen, maar laten we het real houden. We kunnen ons soms wel voorstellen, omdat we soms wel momenten hebben waar we het besef hebben van, hey, we zijn 24 uur met elkaar. Hoe lang zijn jullie het meest uit elkaar geweest? Dus ik bedoel niet brokken, ik bedoel elkaar niet gezien door vakantie of whatever, of misschien door... Nooit. We zijn de hele dag samen. We zijn altijd samen geweest. Lekker wat toesma samsabi. Nooit zo. Ik noem geen namen. Ik kijk even die kant op. Ik was wel met vakantie. Je was naar met je ik was, ja, ik had voor je twee, werk, toch? Ja, als je praat over vakantie.
Maar dan 3 weken, ik noem het echt. Oh, dus 3 weken zijn. En nog belden we de hele dag met elkaar. Ik was 3 weken naar Nederland, alleen. In 2000. Nee, dat was de eerste keer toen? 2016, ja. Eerste keer was ik naar Nederland. Ibroja. Nou, die telefoonrekening, wat ervoor heeft gezorgd dat jullie ouders die telefoon gingen verstoppen, was niets daarbij bij deze telefoonrekening. Of was er al WhatsApp en al dat soort dingen? Kijk, ik kan me wel iets herinneren van die vakantie. Die dag was ik met haar familie, toch? Een beetje, ja, tot het kwam plotseling, het was niet gepland. Dus de avond ervoor hadden we gesproken. Dus de bedoeling was, de tijdstippen zijn bekend dat we bellen, gelet op de tijdsverschil. 5-4 uur. Mm-hmm. Maar dan ik weet niet, plotseling ben ik bij de tante beland, want ik was gaan eten daar. En die tante zei me, blijf hier slapen en dan gaan we morgen naar, ik weet niet meer welke plaats ze me hadden gebracht. Mm-hmm. Dus dan die tante, ik heb verzuimd haar te melden, omdat het in Suriname toen al laat was. Ik bedoel, ze sliep al. Violation. Dus, violation, Aisha. Dus je begrijpt. Ja, dat is even alles. En wat is dat ding? Ja, je snapt, eerst is mijn dageland, dus ik ken. Ja, ik bedoel, ik was nog niet zo bekend met alles. Dus over straat had ik geen wifi. Mm-hmm. Dus noem je dat straat die dan. Ik kan haar niet bereiken, maar ik dacht van. De tante bracht me nog voorbij om te shoppen voor haar. Nee, dan mijn tante, ik shop voor jou. Hé, Gilida. No? Ik kan ze helemaal niet bereiken. War. Drama, maar het ergste ervan is, we hadden ons anniversary die dag, hè? Ja, het was vanaf gewoon. En dat nee, maar, ik hem is het waar dat mannen die dingen vergeten? Ja, Kijk, ik vergeet het nooit, maar ik zeg je wel, ik was in Nederland. En het was is anders toch? Het is helemaal een andere plek. En ik was met. Ontschakel. Ja, en behalve dat, ik was ook afhankelijk van mensen. Ja. Ik kon niet echt mijn eigen ding doen. Ik wil bellen. Ik wil daar gaan, ik ga. Snap ik wil. Je? Dus ik dacht, als ik thuis ben, dan ga ik er maar alles in leggen. Maar vrouw. Het was voor mij. Nee, verstamma is dat. Het eerst is I don't want to hear those excuses. Hey. Een flash sitting. Ja, waar was je? Waarom heb je me niet gebeld? Hey, het was één ding. Ik dacht bij mezelf, oh my god, man. Sitting, ik vertrouw man, beloof about sitting. Ik maak het politiek rustig. Dat wordt niet politiek, ja. Nee, dat is Nee, dat is toen. Dat was dus 3 weken was ik met vakantie. En een andere keer was ik voor een training. Dat is voor mijn werk. Was ik naar El Salvador. Ja. En dat was? 2018. Nee, hoe lang duurde dat? Dat jullie met elkaar waren? 2 weken. Oh, Chintori na die 3 weken. Ja, maar dat was wel ook een. Dat was een ander geval weer. Ja. Er was ook wat. Adjes mi wajera, Tori. Abo kom hier, Tori. Daar heb ik geleerd. Ze wist het al. Dus bijna zou ik niet meer gaan. Want is op van land idee. Nee. Kort voor de tijd regelen ze dit en dat. En op een gegeven moment kreeg ik door dat mijn paspoort niet had. Hoe noemen ze het? Visum. Nee, geen visum. Dienstpaspoort. Oh. Dit was geregeld. Dus bijna zou ik niet meer gaan. Maar plotseling hoorde ik weer dat ik ga. Dat kan. Het was goed gekomen. Het is een oude. Oké. Maar zij en ik hadden een clinch. We hadden ruzie. Oh? Maar ik weet niet meer waarover. Chintori waarschijnlijk. Maar we hadden ruzie en we spraken niet. Ik was arrogant. Oh. Zij was arrogant. En ik moest 12 uur in de nacht vertrekken. En ja, je bent ook een stuk jonger. Je denkt, ben het takangai. Je zaak. Maar jullie wonen al samen, toch? We wonen samen, ja, natuurlijk. Dus, ook dat gebeurt, hoor. En ik dacht van, je wil niet met me praten. Wel, ik ga weg. Migwe. Tof. En ik heb wel spijt gehad, hoor. Ik ben weggegaan. Ik heb er niet eens gegroet, niet eens gekust. Hey. Ik ben met mijn koffer weggegaan. Maar hij schreef ook toe. Ik had ook een trots. Ik dacht bij mezelf van. Ze had ook een trots en ze sliep ook. Dus, maar ze wist ook niet dat ik nog weg zou gaan. Want ze wist wel dat ik weg zou gaan. Aye. Maar ze wist dat stukje van, die dienstpaspoort is nog niet geregeld. Mm-hmm. Dus toen kreeg ik die ruzie. En toen kreeg ik te horen, dienstpaspoort is geregeld, je gaat alsnog. Yeah. Dat was binnen 1 dag. Yeah. Dan heb ik er niks gezegd. Ik wilde er pesten. Boy Gilly. Ik nou dat gado straf me, maar aan natuur leer me wel les. Gevlogen naar daar, ik ga je eerlijk zeggen, hoor, ik miste er. Want het is om naar El Salvador te vliegen, vlieg je naar Trinidad, dan naar Panama en dan zo weer verder. Bigiting? Ja, maar het is transit toch? Dus je berekent eigenlijk Bigiting. Je voegt dat op aan. Het is heel erg slopend. Ja, man, het is echt zo slopend. Dus
Ik zat daar, ik dacht aan, ik zag zoveel mooie dingen voor daar. Parfum, horloges. Dus jullie hebben ruzie, maar toch denk je aan de... Maar en ik heb al die dingen voor haar gekocht, ondanks wat. Hey. Maar natuurlijk op de terugweg. Maar ondanks jullie eer woord zijn. Nee, maar op de terugweg, want die me gomi bij woord. Jullie hebben hier een dek. Maar ik heb mijn hormimoni. Dus toen ik nou aankwam in El Salvador, hebben we een kennismaking gehad met de docenten die ons zouden, dus de lessen zouden bezorgen. Mm. En toen mochten we ons terugtrekken in het hotel. En tot mijn verrassing, boy, heb ik de schrik van mijn leven gekregen, aardbeving meegemaakt. Oh. Maar dat niet te zwaar hoor, een lichte, wat nee, voor maar het mij. Laat je, het laat je al denken, want je komt uit Suriname, dus, je kent geen aardbeving. Dus op je weet je, dat is hoe we hier zitten, je vier alasai siki. Ai. En net hadden we instructies gekregen dat er lichte aardbevingen zullen zijn. En je moet op die manier gaan we evacueren. Daar zijn heb jij je trots opzij gezet en die belly vrouw? Ja. Looking. Baby. Gewonnen. Baby. God, maar ik was blij toen hij me belde. Maar ik niet of toch, ik heb weet gewonnen. Dat was, dus, het was WhatsApp bellen. Dus, zij wist niet. Dus bereik was slecht, ne? Nee, ze wist niet eens dat ik al in El Salvador was. Ze dacht, ik ben no, zeker gewoon weg. Ik ben ergens in Suriname. Ik wil te kwashen. Hey, die is moeilijk. En toen heb ik er gezegd, ze was kwaad, ze was boos, ze was... Laat me eerlijk zeggen, niet dat je zeer. Als een man ingreep, ben ik aan jou kan, maar moet tegen je eerlijk. Ja, dat was een fout. Fout. Ja, ik heb eruit geleerd. Want een fout. Ik heb toen gezien van, ik kon doodgaan ook. Kon ja, je weet niet wat precies, gebeuren. En ik ben weggegaan. Kon ook wat dat maar kan je voorstellen. Ja, dus dat amieren dan... Wat? Nee, maar vanaf toen, moet ik je eerlijk zeggen, elke dag na de lessen, waren we in contact, de video bellen, tot de dag van vertrek. En op vertrek, diezelfde race weer, heb ik al die spullen voor haar gekocht wat ik wilde kopen. Loesje, wat nog meer. Dus zij bij Luruba, tijdens wrak, maar toch in Luring, zo je kijkt van, boy. Als we geen ruzie hadden, we bij. Ja, maar in Berikan, in TK als ze inkomen, toch? Atori moest dit op alleen. Dat waren de twee keren dat we even uit elkaar waren. Dat is die mooie in het relatie. Ja. Dus hoe alato, jullie zijn ook op bullshit af en toe. Ja, met elkaar. Echt wel. Ja? Ja. We kunnen echt omdat domme... we altijd gelijk willen hebben. En dat maar wat jij daar omschrijft is een mooie kans om te beseffen. Hey, laten we niet. Look, oneenigheid, cool. Maar kon ook de kans aan gaan lobbyen. Nee, en dat heb ik geleerd die dag. Ik heb zoiets gehad van, hey, weet je wat? Ik just steeds leren. Gilly, je bent nooit te oud en te leren. Nee, precies. En dat was wat ik zei. 24 jaar wil nog niet zeggen, is perfect. No. Nee, want we leren elke dag weer. Ja. Dus ik maakte precies een grap. Ja, toch? Gecondoleerd, waarom? Ja. Dat moet je maar willen, hè? Dus ja. Ik zeg altijd, een relatie is iets wat je sowieso moet willen. Ja. Want, eet je, als je het serieus... Als je het serieus... Zo. Krooiwater. Als je het serieus neemt. Als je het serieus neemt. Ootja, spijden. Ja. Weet je wanneer je relatie geen spijden geeft? Als je het niet serieus neemt. Precies. Ja. Precies. Maar dan geeft het geen spijden. Dan weet je niet waar je naartoe gaat. Dan weet je niet waar je naartoe gaat. Nee. En dan weet je ook niet waar dus je staat. Dus een relatie of spijden is sowieso. Zeker als je woont in Suriname. Klopt. Mm-hmm. Je weet het. Je weet het zelf. Met alles dat zo duur is. En heel veel koppels geven het. Zo snel op. Zo snel op, weet je. Ik zou zeggen, probeer water bij je wijn te doen. Ja. Toch? Nee, dus heel makkelijk praten. Ja. Heel makkelijk praten. Maar het idee is van, ergens dus, jullie schetsen hoe jullie op woord waren met elkaar. Hè? Arrogant en hè, niet willen toegeven. Precies. Ja. Maar ergens in verstand van, hey boy, ik ben onze relatie aan het saboteren. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Nooit de bedoeling zijn. Toch? Tekies is Riffy. Bij de een gaat het sneller dan de andere. Kan de Jukies is Riffy en dan is zij nogal bullshit. Ja, dus daarom is. Maar meestal is zij al enge kiezen Riffy eerder. Of zij eerder. Ik ben degene die nog rekt en rekt. Dus dan... maar nu niet meer. Nu een mindere mate. Nu komt hij juist eerst. Ja, en ik heb echt zoiets van... Oké, maak je muziek en dans erop. Wanneer je zelf krijgt, kom je wel terug. Draai je kawina. Kijk, wanneer ik fout ben... Dan... Of wanneer ruzies van ons echt gekke dingen. Om de stomste dingen waarschijnlijk. Weet je, we krijgen echt ruzies om... Weet je, laat in de nacht, wanneer ik al helemaal gezetteld ben om te slapen, vraagt hij me om ei en zo te bakken. Maar hij weet precies dat ik dat niet meer ga doen. Want ik ben tegenwoordig noemen we het ei, no? Of heb je het over echt ei? Oké, rem. Nee, maar
op een gegeven moment moet hij het zelf gaan bakken. En bakt hij een kleine spiegel. En even stammeren. Aan de volgende. Nee, ik heb hem niet gevallen. Nee, niet meer. Ga verder. Ei. Nee, dat andere is een ander verhaal. Daar in een bak. Ik zie dat. Dat hoef ik er niet te vragen. Bakt het automatisch. Nee, maar even serieus. Ongevraagd. Hiep. Nee, maar ik ga niet 12 uur zo vragen. En hij poot aan jou. Die man is er. Wat zou spiegel met een man? Hiep. Nou, ik ben helemaal, dat wel. Maar ik doe wel lastig soms. Maar dan gaat hij als spiegelé bakken. Misschien toch van één. Met vijf pannen. Mijn vaat is zo hoog geberg. En ik ben echt netjes. Mijn keuken moet spik en span. Nee, maar dat bewijst hoeveel moeite hij voor je wil maken als hij vijf pannen gebruikt. Maar voor mij. Zo, dat is weer opvallen. Voor jou, hé. Ja, voor zijn spiegelé. Ja, omdat ik er vraag, dan wil ze niet. Dan is er even bakken. Dan heb ik mijn gebruik voor pang. Nee, maar even serieus. En dan laat hij alles van. Weet je, zijn echt gekke dingen waar om is niet maar. Waar hoor. Ik was ze soms wel. Soms nou, eens in het blauwe jaar. Maar goed. Dat is het hoor. Ja. Maar we krijgen niet ruzies waar we zeggen van... Hey, we moeten uit elkaar gaan en zo. Nee, dat is nog nooit voorgekomen. Ja. Ja, is wel voorgekomen. Toch? Ja. Want Luko. Dat is wel voorgekomen. Ik ga het invullen. En ik ga het invullen omdat ik natuurlijk een beetje voorgeschiedenis heb. Omdat natuurlijk niet kan aan Auno. Aisha, jij bent... jullie relatie is 24, want je mag niet een vrouw naar de leeftijd vragen. Jullie relatie is 24 jaar geleden begonnen. Mira Mafateri was model en walosa niet. Met actie Jutra, maar met loer je toe. Je zegt, ja, klopt. Ja. Maar jij hebt nooit iets anders gekend dan Marvin Funuja. Nee. Onze. Zeg eerlijk hoor. Ik. Hé, wat daarvoor als je die de Egilis op lijn? Want alles is mijn eerste keer hier, hè? Ja, alles is de eerste keer. Nee. Marvin is je eerste, enige, laatste. Ja. Of niet? Marvin is mijn eerste en mijn laatste. En je enige. En ik zeg het ook vandaag in de camera. Ik voel mezelf speciaal en uniek. Omdat hij mooi. De eerste is geweest. Ik heb een paar vriendjes gehad. Maar laten we dat poppy love noemen. Ja. Dus dit is voor dat verhaal van dat 16 en zo, toch? Of daarna is... Nee, dus tijdens jullie praten. Tijdens jullie praten, precies. Ja. Had ik echt heel veel aandacht van. Maar laten we het zo zeggen. Want meer dat kring. Alleen Marvin heeft je moeder vlekken gezien. Die ene hier. Jawel. Of die ene alleen hier. Marvin. Of Awanda. Alleen Marvin. Toch? Ja. Daar hebben we het over. Ja. En daarom vind ik mezelf... Look, ja. 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 No. Ja. Ken je niet, hè, man? Dat is te horen, Tom. Ino Sabas Andat. Ja. Ja. Dat was voor mij eigenlijk. En het mag En werkelijk Mino Sabas Andat. Nou, dat is het. Nee, echt. Is dit arrogant bedoeld? Ja. Nee, maar ik vind het leuk dat jullie zijn geweest. Schijntje, uno buiten. Oké. Want het lijkt net alsof we nu hebben gehoord wat's up met Aisha en Marvin. Maar we gaan test uno. We gaan een kleine quiz spelen om te kijken hoe goed jullie elkaar daadwerkelijk kennen. Oké. Mooi. Wie is, wat doet. Yes. Is het Sunny. Ik ga een spel met jullie spelen en zijn maar twee antwoorden mogelijk. Oké. Marvin of Aisha. Oké. Ja? Ja. Oké. Spelregels. Ga niet piepen. Okay. Nee. Okay. Draai je bord als antwoord. Okay. Niet piepen, Samai Taki. Okay. No, okay, je zegt oké, maar guess what? Ik speel dit spel met koppen. Dit om orde is even toch? Hey, piepen. Ik doe mijn best. Want we zijn ons liefde hier aan het vertegenwoordigen. Nee, we houden het gewoon real. Ja, zeker. Oké. Okay. Ik moet het testen om te kijken dat jullie niet gaan piepen. Dat jullie het spel begrijpen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, laten we één testvraag doen. Ja? Wie kookt het lekkerst? Volle? Aisha. Standaard. Ja. Koken is echt mijn ding. Wat vind je het lekkers dat ze maakt? Oh boy, alles van haar is lekker. Maar... Nee, ik had dat vrij. Het lekkers? Ja. Door erwtensoep. Oh? Ja. Geel of groen? Gele erwten, groene erwten, welke het ook is. En alles daarop met maakt, eraan. Jori, kan nou... Hindustani stijl? Nou, je gaat denken aan een bigisma, een krioro. Een krioro, bigisma, meke. Oh, daar ben je. Ja man, hij Bori. Krooi dappe. Ah, dan had dat hij. Dan had dat hij. De erwtensoep is geweldig. Oké. Nu gaan we echt beginnen. Dat was toch de test. Dan moet je kijken hoe we gaan. Gaan we gaan beginnen. We staan open voor alle vragen. Yes. Oké. Aisha en Marvin. Wie van jullie twee
praat het meest? Mijn god, Uno invloed. Kijk, ik kijk niet. Nee, oké. Okay. Marvin omgekeerd, maar Marvin in ieder geval duidelijk. Marvin, jij praat het meest. Maar na zo'n vinding. Maar dat merk je ook in het gesprek. Als ik naar je verhaal heb geleid, dat zo'n vinding. Ik heb echt zoiets, communicatie is de sleutel van alles. Dus je moet praten. Nu is elke dichter geworden. Maar weet je wat de grote grap is? En ik ga het blijven herhalen in Gilly's Loveline tot de dag dat ik stop met deze show. Zogenaamd claimen vrouwen dat ze weten te communiceren. Bullshit. Ze houden van praten. Hallo? Maar communiceren nou een trassang. Ik ben niet toegedaan, hè? Ik kan het niet zijn met jou. We gaan een andere discussie hier hebben. Maar die van mij weet te communiceren. Zij weet wel te communiceren. Jawel. En te luisteren. Maar kijk, bij mij gaat het ook nog heel belangrijk. Als ze niet weet te luisteren, gaat ze niet kunnen communiceren. Want je moet me eerst aanhoren. Ik wil je vragen om dat te herhalen. Als je niet weet te luisteren, ga je niet kunnen communiceren. Maar dat is toch logisch? Vrouwen, zei Taki? Vrouwen, als je niet weet te luisteren, ga je niet kunnen communiceren. Hallo, mannen, als je niet weet te luisteren, kan je ook niet communiceren. Maar, oké, voor ons beide geldt. We gaan een vrouw hier niet bespreken, hoor. Want dan heb je Aisha wel die opkomt. Dat is mooi. Een ander discussie. Gelukkig ben je er. Je moet er zijn. Kijk, het is simpel toch, jullie? Als je niet, het maakt niet uit als het een man en een vrouw is. Het kan twee vrienden zijn, het kan twee collega's zijn. Jij gaat mij iets voorhouden of uitleggen. Als ik niet naar je heb geluisterd, met volle aandacht, heb begrepen wat je hebt gezegd. Hoe communiceer ik met je? Precies. En dat is wat wij Surinamers, de goede niet nagesproken, maar het is een tekortkoming bij vele Surinamers. We houden van onze eigen stem, we houden van praten, dingen uit de lucht plukken en gewoon, weet je, vooral op social media. Maar soms, ik merk het op social media, mensen geven reacties op topics. Op een titel. Maar dan lezen ze. Maar ze geven een reactie. Dus ik zeg altijd, voor mij is communicatie een belangrijk ding. Als je goed hebt geluisterd, als je goed kan luisteren, kan je goed communiceren. Ja. En Luco, ik volg wat je zegt. Ja. En ik hou ook van waar je brokking van man, vrouw of man, man, alleen maken. Ja, ja. Maar ik heb het over vrouw tot man. Oh, God. Precies. Oké, vrouw tot man, ja, daar speelt het een hele grote rol. Omdat vrouwen willen zomaar ervan doorgaan met de titel communicatie-bassie. Nee, man luisteren. Tot de vrouw ook. Je weet te praten. Maar dat is een discussie. Tot daar. Maar weet je te communiceren. Wat dus communicatie betekent, dus dat je op zoek wil gaan. In mijn hoofd betekent communicatie dat je op zoek wil gaan naar oplossing. En hè, laten we zo dicht bij elkaar komen. Ja. Maar je moet dat blijkt heel spannend te zijn voor vrouwen. Ja, maar je moet kijken waar staat die vrouw op dat punt of op dat moment. Sommige vrouwen zijn al op. Precies. Waardoor communicatie geen doel meer is. Ze zegt iets maar gewoon voor de vorm. Ja. Maar hier en hier maar is al klaar maar Manengre ook kan op toe? Manengre kan op toe. Ja, maar Manengre, te ook op. Te ook op zou je doen. Hoe dat ik moet dan? Dat is dankbaar. Je hebt dit voorbeeld gegeven. Wij doen dit. Pap! Het slaat echt niet, hoor. Geloof me, het slaat op niet. Sorry. Het slaat echt niet. Het slaat op niet. Als ik thuis kom, dan kan je slemen, toch? Nee, hey. Nou, ik maar hoe ziet dat eruit? Ik ben gewoon simpel. Net als wat ik je zei, toch? Ze gaat kijken. Als ze zegt, baby, is je van hem aan mij? Ja, maar in dat pit, hoor. Ik volg haar moed. Als je tak met smile, met mijn krap. Daar, oud play stuff. Maar als je dat, alle de plooien, sorry. Dan gaat ze rustig. Dat ook aan wat op ik dan. Ik verzoek je. Nee, is de real thing. Maar ik moet ook eerlijk toegeven. Ik stel me ook aan soms. Ik wil kijken. Ja, je hebt net uitgelegd. Dat denk je inderdaad. Geloof me, dan laat ik hem echt gewoon vierkant hebben. En dan komt hij zelf terug. En dan heb ik echt zoiets van. En dan heb je ik weer easy, van. Easy, dan ben ik weer normaal. Ja. Maar ons leven is eigenlijk ook zo. Is gebaseerd op veel dingen. Dus eigenlijk automatisch gaan we praten. Want bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. We hebben een samenwerking met enkele bedrijven. Ja. Dat moet ook wel proberen. Of we hebben over een issue. We hebben over een onderwerp een issue. Maar we moeten 5 uur een film maken of we moeten een afspraak, een ontmoeting met een bedrijf. Dat ga je net, Taki. Ja, en een ander mooi ding van ons, sir, dat is dat we, eigenlijk heb ik dat van
een tante en een oom van me geleerd die inmiddels ook al zijn overleden. Ja. Jij wist nooit wanneer ze ruzie hadden. Oh, ze woonden op Nikeri. Buitenstaanders weten het niet. Nooit. Ze woonden op Nikeri. En al ging je plotseling, en kan je hem op Amoro Biggie Trobby, op dat moment wanneer je daar bent, kan je het nooit weten. En dat heb ik wel van ze overgenomen. Kijk. En wanneer wij soms... Ja, ook. Huh? Ja, wanneer wij soms... Misschien, ik zeg maar wat, we zijn de heat of the moment met iets. Kijk. En Gilly komt op bezoek. De Gilly no sabi. Gilly no sabi. Dus Gilly tegenkomt van iets doen zo. We gaan gewoon praten. Maar het mooie daarvan is, nadat Gilly weg is, daar zijn we ook weer. Weer ja. En het mooie daarvan is, we gaan niet slapen zonder. Dus kan de no-no day op Trobby, maar we no sabi. Teo Gilly aan de herstellen. Ah, ja, ja. We gaan terug. Wat wordt Gilly zo blij? Leuk en mooi, man. Maar voor de verduidelijking, we waren te enthousiast om bij je te komen. Om ruzie te maken. Dat is daar. Dat leuk. Is dit aan leuk? No. Oké. Wie is het slordigst? Maar dat hebben we net gehoord. Marvin. Trouw jockey zomaar. Don't tapa bang is zo vrij van. No, maar het moet altijd netjes zijn. Dat weet hij. Maar nee, lukken, man. Soms je denk je... Je bent dus een stereotype man. Kijk, ik ben ook een netto man hoor. Want ik moet me niet lijken alsof ik een of ander slordig fout ben. Ik ben een netto man. Is dat zo, Aisha? Hij is een netto man. Nee, ik ben een netto man. Met slordig bedoel ik, hij gooit gewoon. Bonk zijn niet zo. Ik maak met twee dingen echt geen grappen. Weet je, mijn kleren. Ik zie het. Ja. En mijn auto. Hoe je is tweeling. Krossi moest, is het ook dadelijk? Ja, dat is wel, hij is echt fanatiek. Ik vond het zo, ook gooi een wachtsverzachter dadelijk. En dan mijn spoelen hangen mooi. Dus ik ben netjes op dat soort dingen. Omdat ik zeg, kleding kost geld. Ja, zeker. Een auto bijvoorbeeld is ook, weet je, ja, het is een kostbaar bezit. Ja. 100. En het kost duur om te onderhouden. Natuurlijk, en vandaar beginnen die eigenschappen. Dus ik ben netjes op mijn spullen. Ja, mooi. Dus ik heb opgenoemd kleding en auto, maar over het algemeen alles. Alleen ik vind het van mij vandaag niet gewassen daar, omdat het zo vuil is. Nou, maar wassel, ik zou na die love line, zou ik dat doen. Oké, rustig. Hoe loop je het zo goed proberen? Ja, is ook curious. Rustig, hè. Want ik was het zo mooi zijn we bezig. Ik was het toch goed. Ik vallen maar aan zo, man. Nee, maar over het algemeen is dat het. Oké. Maar waar ze het misschien over heeft... Ja, hij is wel. Luk om je nou ook een salar. Ik ben een mannetje van alles. Mm-hmm. Dus kan je niet bezig zijn met Kwanzaan Dorosie. Ik zeg even een gek voorbeeld. Dors Kiermi. Mm-hmm. Ik ga naar die keuken en ik pak een drank uit de kast. Dan moet ik dat Amarata Pabar. Maar dat is op. Toen bakken die drinken dat ik voer. Ik moet even naar het toilet. Ik ga naar het toilet. Bakken dat je dacht, kom relax, een uurtje even. Dan ga ik weer verder. Na dat uurtje weet ik dat die hamer op die. Bar was. Dat is mijn god, Amara, dat is mijn opgeruimd, volgens haar opgeruimd. Maar dan is het niet gezet waar het hoort te zijn. Ze zet het bijvoorbeeld. Waar zij denkt dat het hoort te zijn. Gereedschappenlade, make-up. Dan is het al een issue tussen ons. Wat ga je vragen? CA Foundation. Wie heeft die hamer van hier weggehaald? Ik. Dan gaat haar antwoord zijn: het hoort niet op die bar thuis. Weet je wat ik had moeten doen? Dus ik hoor jullie praten en luister. Ik kan nu al invullen, want ik ben zo aan het genieten van jullie. Ja. Ik kan jullie nu al invullen dat ik jullie weer ga uitnodigen. Ja. Ik wil die kinderen van je erbij hebben. Oké. Want dan wordt dat van Sanne echt de oordeel. Want ik hoor jullie praten, maar we hebben een jury. Oké. Jojere. Maar ook om. Jojere. Daarom zijn we real. Oké, we gaan door. Ja. Wie van jullie zei als eerst, ik hou van je. Oh. Na romantic boy, Marvin. Is dat dat Tanganona antwoorden zijn gelijk? Aha. Alle antwoorden zijn gelijk. Wanneer was dat? In one of the briefie? Ja. Ja, in van die brieven. Boy, I just miss you, Marvin, maar luka mono. Ik dacht dat die derde brief was. Luka mono, ik hou van je. No, dan bijte, dan luka mono. Ai, parfum tak broyari. Versace. Oh, broyari. Ai, werkelijk, a broyari. Ja. Dus heb je het voor het eerst gezegd in een brief? Ja, nu, dus ik dacht dat het die derde brief was, maar ze heeft gelijk. Het was de eerste brief. Hij weet ook nog welke van die brieven. Met haartjes zo, rood gekleurd. Meneer Remek, had je zo altijd dat? Ik probeer met mijn haartje. Manier, ik hoef van je. Trouw aan vierkant, maar in jou eden nou een haartje. Ik met een chique roze naar mijn hart. Een peler door. Wanneer is dat mijn haartje toch?
is op hoe best wat ik voor werk. Loco. Wie zei als eerste ik hou van je? Dat heb je al gevraagd, toch? Ai. Mm-hmm. Maar wie zegt het meest ik hou van je? Luca, ready? Amambaka. Ernstig? Ja, ik zeg het elke dag. Meestal... Ik zeg het ook, maar hij zegt dat het vaker. Maar hij zegt het vaak. Het meest. Ja. Dat je vroeg af weer eigenlijk. Yes, of dat je het voor lief neemt van ja. Vooral als jij slim zegt, ik hou van Gossiba, je. Gossiba, ja, dus kijk, ik probeer liefde alles te stoppen. Hé, hey, papa. Dus daarom, weet je, kijk, soms, zelf ook als we een takkie hebben, bijvoorbeeld, in die discussie gehaald, getrekt, dat misschien mensen denken, ja, daarom je lobby toch. Dat is de reden waarom ik van je hou, kan niet anders. Is dat weer dat? Dus. Maar natuurlijk gemeente, want kijk, ik vind van, ik heb, nou, zoals ik zei, dat geval van El Salvador, even laten zien, hè, dat... Mocht het zijn dat anders was afgelopen, had ik er dat nooit meer kunnen zeggen. Dus, en weet je, heel veel gevallen wat ik meemaak binnen mijn werk en zo, dan heb ik ook gezien dat mensen die kans nooit meer hebben gekregen. Toch? Ja. Het was het moment dat je dus... Want wat voor werk doe je? Ik ben ambtenaar van politie. Oké. Ja. Ja. Dus ik heb op verschillende plaatsen gewerkt waarbij ik een beetje ervaring heb opgelopen. En een van de plaatsen waar ik het meeste, of nou, de meeste ervaringen opgelopen is de recherche. Mm-hmm. Je weet, daar kom je van alles tegen. Van moord, verkrachting tot diefstal. Het maakt niet uit. En je bent nooit voorbereid. Je hebt het gezien. Je bent nooit voorbereid. Je gaat uit huis. Je vrouw zet een beetje eten voor je, een bami of wat. En je neemt het mee. Je denkt, ay, schat, ik ben 9 uur van het werk. Mm-hmm. Dan gaan we 9:30 naar die film, hoor. Mm-hmm. Je rook een recherche aan, zo. Mm-hmm. Je door ook dat plaatselen. Je een roof in de plaats. Ego, de maak hier toe, man. Roofmoord. Ik noem maar op. Dus je hebt allerlei dingen die, kunnen, die op je pad kunnen komen. En ik heb gezien. Ik heb vaker gezien, vooral bij kinderen, bij jongeren. Die mensen zeggen altijd van, ik heb, voor het laatst heb ik hem gezegd dat ik hem haat, liever had ik dat niet gezegd, weet je. Ja. Mm-hmm. Dus ik neem alles mee. Ik neem alles mee in mijn privéleven en ik probeer dan te herstellen wat ik verkeerd doe. Want ik was ook arrogant en soms uit huis gaan zonder te groeten, maar nu niet meer. Nee. Ik ga niet uit huis zonder een kus aan te geven. Mm-hmm. Misschien als ik thuis kom, dan niet hoor, want dat is op je stress, het is warm, noem maar op. Boy, je noemt een bos en nou gewoon even tussendoor. Gilly's Love Line. Waarom niet? Na 24 jaar toch word je verlegen? Na 24 jaar toch je verlegen? Nee, man. Het zijn dingen die we vaak met elkaar hebben. Dus we proberen dat nooit te laten doodbloeden. Omdat toen we ook trouwden, voordat we trouwden, had onze wedding planner een goed gesprek met ons gehad. Yep. En ze heeft iets gezegd dat me altijd bij is gebleven. Van, er gaat een fase komen in jullie relatie, in jullie huwelijk, waar die vlinders gaan flowen. Een relatie intense. Ja, maar als die vlinders flowen, kunnen ze ook doodgaan. Ja. Oh, ja. Dus jullie moeten dan ook kijken, wanneer je ziet dat het flow wordt, moet je iets gaan doen om ze weer, om weer leven in ze te blazen. Nee, want dat is wel real, hè. Het kan dus een beetje koelen op... Mm-hmm. Want het gevaar, niet het gevaar, het gebeurt waarschijnlijk, is Gwinty. Kijk. Want op een gegeven moment, sorry, hè, op een gegeven moment worden jullie net familie. Eenmaal. Ja. Je kan je voorstellen dat diegene er niet is. Ha. Klopt. En dat is het juist. We zijn als vrienden, behalve dat we man en vrouw zijn, zijn we als vrienden van elkaar. Ja. En we kunnen elkaar goed aanvoelen. Meestal voelt ze altijd als iets met me aan de hand is of als iets met me niet lekker zit. Omgekeerd, ik ook. We kunnen dat niet acteren voor elkaar. Nee. Wie wordt het snelst boos? Mijn god. Hé, het antwoord wordt saai hoor. Marvin, bakka. Nee, Marvin. Ik heb een korte lont toch? Korte lont. Echt? Mijn ram toch? Ai, ik ben maar ram. Ik niet hè. Ik ben juist easy. In jouw hoofd. Nou, ik hou niet van omdat hij nog een graadje erger is. Ine kieskans voor ontdekt dat Joostrip lont. Kijk, ik zeg dan ik ben een realist. Ik hou niet van nonsens. Mijn real thing. En als ik merk dat je met nonsens komt, dat,
heb ik niet veel nodig om door te slaan. En, maar jij kan ook niet verbergen van doe een alsof. Dat nee, is, voor haar. Precies. Ja, je kan het ook niet verbergen. Nee, voor niemand niet. Nee, hij is gewoon nee, 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 alsof. Nee, dat als wel. Ik ook op het werk, ja. ook gewoon met wie dan ook. Als ik dat zeggen, hebben we wel van, gemeen. Ik ben ook zo, ja. Ik jullie midden op van je taxo, hè. Ja. Ik gewoon zeggen, jullie midden op zij tegen me, of ja. Ik bedoel, ik ben gewoon clean. Ja. Natuurlijk ga ik respect toepassen. Ja. Maar je gaat wel laten weten hoe je maar over dingen denkt. Ik ga je niet een beetje zijn van je vrouw, je kinderen, zeg maar, iets, zoiets zeggen. Ja. Misschien apart, als ik een sigaret zeg ik gewoon van, hey, jullie. Zodat ik kan zijn, midden op basen, hè. In een taxo, dan gaan Minaloba model dat. Dan zijn we klaar. Dan, en dan ben ik klaar hoor. Dan misref lont chatu datu, chatu lont ma. No, dan ben ik probeer te communiceren. Dan ben ik easy, dan moet je ook wat kan. Maar if you come ja, maar jij bent professioneel, want jij hebt een soort baan. Ben je maar volle van wat een goede manier is om te reageren. Oké, oké. Dus dat is het zo'n beetje, maar soms heb ik, ja, ik heb wel heel veel geduld voor Aisha, want zij is mijn vrouw. Moet wel. Maar daarom, maar je bent maar nog steeds mens. Dat is zo lezing. Hey, nou weer ben je dat te daar, Isabi. Maar dat kom je maar niet zeggen. Nee, natuurlijk zeg ik er niet zo. Maar ik zeg het niet. Ik let ook op zijn taal. Als maar prank me. Prank dat. De fout even. De timing. Wat een prank dan? Toen je dat ei op me kapot hebt gemaakt. Oh ja, dat was een goeie. Oh Michel. Heb ik weer ik dacht ook van, ik zou niet weten hoe ik hiermee om zou gaan. Anakwa, ik zie dat hij was ik sliep. Ik ben sribi. Dus je kan die powernap toch? 100. Je bent moe. Ik bereken maar tegen 7 minuten even. En zo weet die powernap van me, ben ik aan de man. Look, young eye, hear powernap. Reading. Ja, apota ik zie hem, tap me je zie. Daar is met een. Je ziet bij. Ja, dus ik lag zo, hè. En dan was mijn oorschelp echt goed, denk goed om een air op te zetten, denk ik. Ready om geprankt te worden. Slaap, toch? En nee, het was echt die powernap, boy. Ik was zo moe. Ik heb het gezien online, hè. Ga ze checken. Je kan het zien online. Dus zij ging toen met een wat was dat? Zo, Jere. Wat was dat? Een grasprietje? Een soort een stukje gras. Ging ze zo strelen langs mijn oor. Yeah. Dus ik was slapen. Je denkt, het is een mosquito. Dus ik sla dat ding naar een bastard. Ik zie in mijn barba. Hey. Weet je hoe boos ik ben geworden? Hey. Dus enig eerlijk hoor, ze was bezig met te filmen en ze was. Ik wist niet als ze live was of wat. Why? Dus ik dacht dat je ook allemaal gezichtsuitdrukking zal zien. Van dat nou werkelijk. Maar ik ben naar die Migo in de badkamer, in een andere douche. Dan kon je die grap waarderen van, kiss me. Ik lach me met dat, afro, die is boy, moffin en bakken. Maar dat maakt het gezelliger. Ja, zeker. Dus, wat je omschrijft. Is dat. Ja. Loekoe. Wie heeft het meeste geduld? Oh, met de kinderen. Wacht, nu wordt het leuk. Aisha heeft het meeste geduld volgens Aisha. Ja? Marvin heeft het meeste geduld volgens Marvin. Mm-hmm. En dan ook, we gaan voor wie het meeste heeft. Nee, omdat op beide het meeste we hebben geduld voor onze kinderen. We zijn beide. Een goed team. Maar wie het meest? Het meest, zo. Het is moeilijk in te schatten omdat jullie zeggen van, wij beide hebben door van moeten. Weet je waarom, Gilly? Dan zal ik dat toelichten. Omdat sorry, jullie hebben een tiener. Ja. En eentje van, naast die tiener, hoe oud is die andere? 10. En die andere? 8. 8, oké. Nee, maar omdat we alles in overeenstemming met elkaar doen. En onze kinderen zijn echt lieve kinderen. Ze zijn geen. Want je hebt geluk daarmee. Ja, we hebben het echt getroffen, laat me het zo zeggen. Ja, en we zijn een goed team. Als er iets is, een probleempje of iets dat mis is, praten wij eerst erover en dan komen we op één lijn. En dan pas gaan we het corrigeren. En, maar daarna volgt ook praten met die kinderen? Ja. Dat doen dus aan een traditioneel Sranang opvoeding. Dat wordt nog niet. Jullie, als ik je mag zeggen, als ik mijn dochter een klap moet geven als ze me brutaliseert, als het doe ik echt het wel, moet. Oké. Okay. Nee. En jou, Marvin? Kijk, ik heb één. Ik slag geen kinderen hoor. Ik slag mijn kinderen niet. Als ik het moet doen, doe ik het. Ik heb maar één ding, de pest toch, jullie? Of tenminste twee dingen wat ik niet kan uitstaan. Over het algemeen in het leven. Well. Een man die een vrouw mishandelt, echt toetakelt. Mm-hmm. En ouders die kinderen vreselijk aftakelen. Ja. Yeah. Is mijn mening, let wel. Niet iedereen hoeft het eens te zijn met me. Maar ik vind, je bent een volwassen. Mm-hmm. En je moet je emoties onder controle hebben. Je moet je emoties onder controle. Je moet corrigerend optreden. Jouw optreden moet dat kind corrigeren. Mm-hmm. Soms, als je een kind mishandelt en zeg maar 5 tot 6 keer, verhard je dat kind. Ja, dat is mishandeling. En zonder dat je weet, traumatiseer je dat kind. Je creëert een probleem voor de toekomst. Ja.
Zo zie ik het. Omdat ik weet, in mijn jeugd heb ik het meegemaakt bij mijn ouders. Dus ik weet precies wat voor trauma dat voor mij heeft achtergelaten. Maar ik kan dat niet uitstaan. Als ik ergens ben, betreed nog voor een vis meer. Jouw fout. Ah, ik ga inkomen. Of je gaat je vrouw slaan. Als je je vrouw gaat slaan, ik zal niet zeggen dat ik zal inkomen. Ik ga komen om je tot rust te brengen. Om te voorkomen dat je in problemen gaat. Maar je hebt het echt over mishandelen. Maar ik heb echt voor een baks geven. Nee, een baks geven. Ja, dat is oké. Een baks kan. Hoor, dat zeggen ze een tik. Ja. Een corrigerende tik. Corrigerende tik. Je hebt kapels die ook vechten met elkaar. Dus weer fit toe. Ja, maar. Ja. Hier. Luister. Misschien nu niet meer hoor, zozeer. Maar begin vast. Begin. Dus het mooie aan jullie is, ja, maar hoeveel, in 24 jaar heb je het over fases. Ja, we hebben verschillende. Dat is het mooie aan jullie. Ja. Je hebt het over, maar hoe naar koffie toe? Worstel. Ja. Rollen over de grond. Ja. Is dat raar, Sani? Ze is langer dan me, toch? Ja. Dus dat ze sterker is dan mij. Nee, no. Maar... Nee, maar dus daar is daar, dat heeft er, als dat geen een soort zieken. Maar dat je corrigeert in direct. Daar heb ik er flink gecorrigeerd. No, nee, maar kom maar, dat doe ik niet. Nee, dat niet. Maar ze heeft gezien dat ik erop gooi, zo wie de man is. Nee, toch? Ja, uiteindelijk, hij verstaat me. Maar ik verzoek je, weet je. Ik verzoek je echt. Ja, maar zoals een lavatory toch? Zoals met de... Met de... Weet je nog, die in de dag. Toen werd ze weer boos. Ik zei van, maar hé, die dag toen je moet terug wilde slaan. Wat was dit? Ik zei, niet zo slaan. Je slaat zo... En ernstig. En volgens in... En zei echt zo weer. Ga je echt een grap daarvan maken? Ik kan het opnieuw doen hoor. Ja. Dat is dan. Met de rustig, laat dat ding. We hebben fases gekend hoor. No, tuurlijk. In 24 jaar zouden er fases moeten zijn. Nou, toen we pas met elkaar woonden, ging het niet goed. Boy, en zo jong ook toen. Nou, het ging niet goed. Ken je dat verhaal met die vuilniszakken? Ik ging altijd mijn kleren inpakken om weg te gaan. Oh, je gewin. Volgens jou, je gewin. Ik was ready om weg te gaan. Nadat, een keer heb ik... Ik was boos, er was een vaas. Want weet je, haar mond is de wapen, hè? Haar mond is... Daarmee moet ze doen. Vrouwen mond is een wapen meestal. Of een sterke kant. En het doel is... En ik had echt zoiets van, oké, hou je mond nou. Je moet echt niks meer zeggen, want ik ben al hier. Ik ben al hier. Nou, je hyping. Plotseling af je snakje. Pap, met draai in de koe, misschien wel vast. Ik heb het niet op haar gegooid. Je hebt geluk dat het niet op mij is gekomen. Nee, dus de bedoeling was... Let wel, ik geef geen voorbeeld om dit te doen. Nee. Maar ik geef gewoon mijn fouten aan. Ja. Mijn bedoeling was om die vaas kapot te slaan, zodat zij tot rust kan komen. Ja. Kan zien van, hé, er gaat iets ernstig. Besef van ernstig. Ai. En de vaas brokken. En toen waren we beiden geschrokken. Oh, toch wel. Zij echt zo van, ik echt zo van, shit. Het was die lievelingsvaas van haar. Ook nog. Daar heb ik ook iets van hem op hem gegooid. Dat is mijn bank. Wat had je wel gegooid? Een box. Mijn baan had je een box van radio. Dat is mijn radio. Pat zijn radio. Dus ik heb mijn kleren. Nou, meneer. Daar dacht ik van, oké, we zijn klaar, toch? We gaan straks slapen. Dat is jang, ik kan wie naar pokken. Bank is dat niet. Gele. Nou, mijn wakker gaat door ons. Ik dacht, ik ga een beetje frisse lucht nemen. Ik woonde toen nog bij mijn moeder. Maar ik woonde niet in mijn moeders huis, hè. Mm-hmm. Mijn kamer was apart. Dus echt apart van mijn moeders huis. Het was op een erf, maar apart. Dus daar woonden wij. Dus mijn moeder kon niet weten wat er gebeurde bij ons. Maar toen zat ik op die schommel. En plotseling zag ik, mijn schoonmoeder komt aangereden. Dus na een uurtje zo. Toen dacht ik, hè? Mijn schoonmoeder is op het door vuilzakken ingepakt, alles buiten gezet. En mijn schoonmoeder kwam, dus ik dacht, hey shit, ik schaamde me dood. Ik dacht, schoonmoeder, tak toekakere, boy. Dus, boy, maar mijn schoonmoeder is echt, boy. Als ik heb een schat van een schoonmoeder. Mooi, represent in. Ja, dit is het moment. Ik heb de liefste schoonmoeder. En ik zeg eigenlijk wil ze jouw kant kiezen, maar omdat het niet klopt, attack. Weet je wat? Hey, weet je wat? Aisha, je hebt geleerd. Daar heeft mijn schoonmoeder me geleerd. Of laten zien van, hey, ze is rechtvaardig. Alomi? Ja, man. Ik kan het zeggen. Alomi. Omdat ze heeft me op tal van manieren bewezen. Ja. En daarom zei ik je toch, daar was de eerste keer dat ze me heeft bewezen. Want ik dacht, ze gaat haar dochter meenemen. Ja, ja. Met Clary. Ik nou, jullie moeten dit fixen. Dus ze zegt nee, en ik ben niet komen halen om te verhuizen.
Ik ben gekomen om, om met je te praten, om je leven met je partner voor te zetten. Hey. En die was helemaal overstuurd. Dus ze zei van, nee, ik wil niet meer. Maar ja, het was ook jong. Ik ben jong, ja toch. En dan heeft die moeder met ons gesproken. Gelukkig en ik ga niet op haar. Anders was ik weggegaan. Die keren heeft al die keren hebben geholpen. Er waren meerdere keren dat we in de clinch waren en dat de moeder is ingekomen. Ook mijn moeder hoor. Ja. Ook mijn moeder heeft ja, haar deel gedaan. Schoolmoeder. Maar we hebben veel geleerd van die Biggie Smas. En tot nu toe proberen we ze trots te maken. Dus die 24 jaar van jullie, die granny, is niet alleen voor jullie. Is ook voor anderen die je moet betrekken om te zorgen dat jullie zijn waar jullie maar zijn. Maar we betrekken niet aan ieder. Dit is een goed moment daarvoor. Nee, niet aan ieder. Aan ieder. Maar als je terugkijkt en zeg maar, ik moet zeggen, de Smadati of... Ja, het zijn Smadati, die vaste mensen die we... Die ons altijd hebben, zeg maar, moreel hebben bijgestaan. Loco, jongman, voel Marvin, ik familie naar voel Marvin. Ja, je kan er voor als een rajes. Marvin, en wat is zo Marvin aan het weer? Ai. Alles al. Zo, ook mijn schoonvader. Dus ondanks die twee niet samen ondanks het staat, ondanks het staat. Ik heb het gevoel van Eno. Mooi, dat is mooi. Want, Loco. De liefde gaat om jullie. Dus wie is dit nou bij de eens? Precies. Jullie liefde zou doorgaan. Maar het is heel mooi dat ook dit schrift tak van... Hey. Ja, dit is ook kan maar tak, hey, hij zei je kletsen. Ja. Doe normaal, no? Ja, zit dat vaker ook. Van, ja, is het toch? Ja, hij is niet bij dat. Nee, maar het is allemaal met een goed doel. Look aan, hallo. Toen had ik een korte lang, ja. Maar nog maar veel wel. Oké, we gaan verder. Ja. Wie wordt het sneller jaloers? Zo. Okay. Een speaker. Aisha, gaan jullie ook apart? Oh, daarnet hadden jullie eentje apart. Maar Aisha dus. Uh-huh. Aisha. Wat heb jij gezegd? Ja, ook dat. Voilà, maar dat de waarheid heb ik gezegd, toch? Ik moest ook een bord hebben. Tuurlijk, ben ik jaloers. Ik heb de waarheid gezegd. De waarheid heb ik gezegd. Waarom? Nou, ik ben niet onzeker. Nee, niet maar ik topic was jaloersie. Ik denk dat het gezond is om jaloers te zijn. Wie ligt het meest? Oh, mijn god. Alsjeblieft. Marvin. Ik weet niet, daar heb ik geen probleem. Maar lauw lee, no? Lauw mee. Lauw lee, onnodig. Welke man ligt niet? Deze. Jij ligt niet? Oh, daar ben je in elkaar. Of kan hij die schrift nou alleen? Dat is een leugen. Als er geen stroop bij reis is, man, geen diepgaande leugens van. Look what I kwam. Kijk, soms moet je jokken om... Om de peace te bewaren. Ja. Niet om dat je iets verkeerd hebt gedaan, maar je jokt gewoon van... Hey. Dus ja, eerlijk, ik jok het meest. Oké. We gaan er snel doorheen, want die Tori van jullie is zo sweetie, dat we hier gaan zitten tot in de nacht. Hi. En next no vote. Mi vrei. Alleen maar arresteer, Basa moest arresteer. Alleen maar arresteer, Basa. Wie is sneller geïrriteerd? Oh, je lont is kort. Wou ik het goed? Ja. Hey. Nee, weet je wat het probleem is? Ja. Teeshatu, mishatu moroyu. Maar teeshatu, ino kan de agressief vrij, want de man tak je hebt een Napoleon complex. Dan zeg ik, maar kan je niet gewoon een agressieve persoon zijn? Mie kan langer toe en agressief, toch? Langer maar agressief. Mie kan niet, toch? Maar de man tak... Loco, aboy chatu. Hij heeft een Napoleon complex. Ik hou het wel onder controle, Argil. Toch wel? Jawel. Maar toch hoe haar Marvin komt. Ik ben snel gegroeid. Ja, maar ik kan het onder controle. Ja. Okay. Dus ik kan nu geïrriteerd raken. Een voorbeeld van een korte lont? Je moet me niet disrespecteren. Bijvoorbeeld, ik zit met mijn vrouw ergens. Ah, ja. Ik ben een respectvolle man naar ieder toe. Je verwacht hetzelfde. Ik verwacht, als je met jouw vrouw zit, ik zeg maar wat, ik ken je vrouw, ik ken jou niet. Nu kom je begin je roesoe. Toch? Alleen omdat je zegt. Dus ik geef maar aan, jij zit nu met je vrouw. Ah, ja. En ik kom ergens aan, ik zie jullie twee. Ah, ja. Ik ken jouw vrouw. Van weer vroeger, in de bakken. Maar ik weet niet eens wie jij bent. Precies. Nou, wat ik ga doen... Oh, dat is helemaal... Dus je kent dat van vroeger, ja. Ja, toch, dus dat probeer ik uit te leggen. Maar die etiket zou moeten zijn als man zijn ervan. Daar heb je sommige mannen. Nee. Hij gaat echt alleen met die vrouw. Hé, hey, hoe gaat het? Brassa zo.
En ik, ik vind het aan. Mooi dat je dat zegt, want ja, ik ben, weet je hoe ik ben van? Dat respect. Oh, okay, man. Oké, en precies dat ben ik ook. Dat ben ik ook. Ik ga komen, ik zie haar. Dat ben ik 100. En weet je hoe ik eerst groet? Jij. Want weet je wat ik belangrijk vind? Isab zei het. Ik zeg gewoon, mannen onder elkaar weten wat respect is als het goed is. Dan moet ik hem aan voor één papa voor elkaar. Zodat ik normaal kan doen richting haar van. Ja, want we hebben geschiedenis. Hey, hoe is het met je? Ja. Oh, mooi. Ja. Oké, okay, mooi. Precies. Ja. Zo hoort het te zijn. Snap je? En daarom zei ik, ik groet hem eerst. Ja. Ik zie die dame. Maar wij hebben dezelfde leeftijd. En dat is echt. Ja, toch? En dan als je dacht, als man dan gaan we aan mijn middag. Hey, fuck aan mijn brother. Alles cool? Hij zei van, hey, Sharon, hoe gaat het? Dat zeg ik jou, hoor. Van, hey, Oroes coromatief met jaren. Alles goed, lang niet gezien en zo. Weet je, ik zeg maar wat. En ik hou het simpel. Ja, ja. Kijk, oppervlakkig. Gewoon van boem. Jij bent daar als man, ik geef jou je respect. Je moet nergens het idee krijgen. Lobby toe heeft me wakker kon je eens doen. Hij is toevallig, haar verhaal is anders. Dan ja. En ik geef jou totaal geen aandacht. Je begrijpt toch? En nog erbij ga je traiterend doen of zo. Nou, maar dat drap je dan maar actie. Of fout. Nou, ik ga je direct zeggen van kort, je brada. Nee, je nou werkelijk korte lont. Wakker. Nou, respect je nou. Ik zeg je eerlijk, het heeft niets te maken met onzekerheid. Want mensen willen maar. Nee. Het heeft te maken met respect. Respect. En die vrouw de eend, zoals ik hoor. Ja. Maar weet je hoe wij twee zijn? Stel dat iemand dat flikt. Ja. Dan ga ik je direct zeggen van, hey Gilly. Of zij gaat je zeggen, hey Gilly, dit is mijn man, is Marvin. Maar zo hoort het, want zij moet dus ook. Dus zij introduceert mij direct, want ze heeft al gezien dat je verkeerd bent begonnen. En omgekeerd doe ik dat ook. Zo hoort het. Als een dame soms naar me toe komt en haar niet eens ziet staan of wat, of doet als ze niet ziet staan. Ik zeg altijd, dat is mijn vrouw hoor. 100, 100. En dan maak je kennis en dat begrijp je. Want je moet niet disrespectvol zijn. Precies. Dus dat zijn die kleine dingen. Ik vind, zo zou je als mens niet eens moeten willen zijn. Nee. Ja. Is dat beter? Maar sommige mensen zijn ook opzettelijk. Opzettelijk? Opzettelijk, ja. Micho, ik kan een grap, toesma sam no sabi. Toesma sam no sabi. Dan is je dame. Mino sabi, mino sabi, kiel dan tak. Heel lang tijd. Hij is het nu nog? Oh, oké. Je ziet toch? Nou, je hebt verschillende uitdagingen. Maar dat zijn kleine dingen. Maar ik storm me niet zo zeer eraan. Ik heb maar een voorbeeld gegeven. Het hoeft niet specifiek. Nee. I get it. En het ging om korte loon. Ja. Marvin, loon, chatou, moro, doof you. Ja. Precies. Maar ik denk je eerlijk, mijn ervaring. Je hebt ook een korte loon, maar die van hem is korter. Korter. Klopt, helemaal. Oké, dames en heren. Wie heeft de meeste moeite om zijn of haar ongelijk toe te geven? Meeste moeite. De meeste moeite om te zeggen, hey, ik was niet meer fout, dapje. hij is strategisch bezig. Hou haar aan, maar hij is, je hebt een goede man. Je hebt een goede man. Is Tintak Aisha... Maar in verstand dat kapot het op Marvin, want we moeten. Is leuk wat Gilly doet, maar ik moet dadelijk met deze naar huis. Ik moet dadelijk met deze naar huis. Is scherp. Hoe een manier. Die granny geeft. Ja, nee, man. Dus allemaal potas gewoon naar zee. Allemaal orenzo. Dit is mijn antwoord. Ja. Oké, maar jij zei Aisha zelf. Ja. Ja? Je hebt moeite met... gelijk geven, dus oké. Okay. Meest moeite. Meest moeite, ja, het meest moeite, ja. Oh, Isab Sang, Moslam aan toe over. Ik wil rechtstreeks naar deze gaan, want jullie gaan 24 jaar samen, dat is het nog leuker om te horen. Wie van jullie initieert vaker seks? Marvin! Honderd. Maar hoe ziet dat eruit dan? Dus is dat... Hey, spannend hoor. Spannend, spiced up ik en kan spannend. Ik kan niet praten. Hij promoot en pas spannend. Nee, dat tak niks. Nee, maar Sani, hij weer een bepaalde joku of hij is lange beweging als Usher of samen. Nee, wat alles voor mij heb je alles wat gedaan. Ik, dit is nog te weinig wat ik zeg hier. Boy, precies. Ik weet niet wat ik niet heb gedaan hoor, om er op gewoon te raken. Hey, maar omgekeerd, ik ook hoor. Ik bedoel, van beide kanten. Ja. Maar is het spannend. Het is niet saai. Dus wie start het? Wie initieert het meest? Het meest? Ja. Hey. Nou, maar familie.
Ja. Maar ik ook, ik bedoel van Gilly, kijk daar, ik bedoel. Dus als ik daarop zou reageren, zou het disrespectful zijn. Ja, dus ik zeg gewoon, ik hoor wat je zegt. Je kan niet slapen als er dan laat je ik geloof je als je dat zegt. En dus al 24 jaar mag je daarna zwakker worden, is wat je zegt. En het is nog steeds spannend. Nog steeds, oké. Dat wel. Dus ik hoor soms hoor bij sommige mensen, anders vragen mensen me ook van, maar je neemt fuga of zo. Maar het is ook de manier hoe het... Het is mental vooral, toch? Top. Vergeet, ja, oké, okay, jij zegt hoe ze eruit ziet, oké, okay, cool. Mm-hmm. Maar het is ook mental, toch? Hoe je over iemand denkt. Klopt. Het zijn kleine dingen dat altijd weer mee, zeg maar, opgewonden laten raken. Ja. Ik geef maar een gek ding. Dat kan de inosabi. Nee, precies. Ik zeg maar een gek ding. Ga je gewoon een gek voorbeeld geven. Ja. Als ik lig in de kamer. Ja. We hebben een walk-in closet en een masterroom, zo, toch? Ja. En dan is ze klaar met baden, ze komt naar buiten. Is ze er baddoek om. Mm-hmm. En dan met de ander doekje is ze bezig haar zo te drogen. Yeah. Precies dat, die heeft me al verkocht. Nee, dat heb je. Precies dat, als ik dat zie. Die vrouw, en weet je? Die vrouw kan niet eens gewoon rustig zich klaarmaken. Nee, dat snap maar je. Of, nee, maar het zijn... You! het is gewoon één van die dingen hoor. Er zijn zoveel meer. Maar kan de asabi hè? Kan de asabi? Kan de asabi dan lukken? Mo'ana, manja. En weet je wat ik sexy vind aan hem? Als hij gewoon in de tuin bezig is met klusjes, hè? Begin dat maar al op gewoon. En Sabi toe. Luca maar stellen. Zomaar pakt hij die dotie. Luca maar. Nee, wanneer ik zie dat hij... Hé, druk op haar. Na 7 seizoen. Luca nou, joh, haar ik daar druk op haar. Daarom dat je al die klusjes doet. Wat is het met je? Nou, het is goed. Zie je, maar het zijn kleine dingen. Die ja, daar zit het hem in, toch? Eén ding wat ik ook altijd sexy blijf vinden. Wanneer ze die jeansbroek draagt. Die laatste momenten. Wanneer is het zo echt... Dat ook. Of bij een jump of zo. Dat vind ik echt leuk. Ik moet het nooit missen. Die vrouw kan zich niet eens rustig aankleden. Het is de eerste keer dat ik dat hoor. Eigenlijk moest ik deze dingen niet belichten. Maar je geeft haar die kodi. Ik weet toch die broek gaat straks gedragen. Met tante hangen voor Lukap is dat even... Oh, hij is gepoeg. Hij, man. Nee, je voor alles aan het doen. En wanneer ze kookt. Is ze altijd zo? Zo nee, zich... die. Wanneer ze kookt, toch? Is ze sexy boy? Ze is altijd. Ze draagt maar een truitje. Ik voel je daarmee, man. Ja. Een truitje en een ander. Kan je wat toevlakken, Deja? En dan loopt ze op en soms denk ik van, boy, is dat? Maar Isabel, natuurlijk, het zijn leuke dingen. Want we praten, stel zit ik bij de bar en zij kookt en we praten over allerlei dingen. Soms geeft ze me een tori of. Maar als je dan trouwens met die tori vertelt, dan ben ik ergens anders toch dan Luco. In de arki. Snap je? Maar dat zijn die dingen die ons... Okay. Ja, mooi. Nee, het is goed om te horen dat na 24 jaar dus nog steeds die spijtjes erin. Ja, dat wel. Nou, ik ben ook blij. Ik had altijd ook gedacht hoor, dat we na een paar jaren misschien uitgekeken zouden zijn op elkaar. Mm-hmm. Maar ik heb het niet gemerkt, tot nu toe niet. Kan ik even naar het toilet? Ja, goed op je. Ja? Naar linksaf. Sorry, ja. Mm-hmm. Ja, dus dat toen ik die vrouw me aan... Pas op met die microfoon. Hey, maar nu dat we de oefen, toch? Ja. Zo eerlijk praten, toch? Vooral voor de mensen die kijken, die denken van voor 24 jaar. Sa, mijn hoop is door. Maar Sana zei het van, boy, deze is een uitdaging elke dag. Dit ding is elke dag. Dus ja, want Aisha is mooi. Een mooie vrouw. Precies, dat is de uitdaging. Het is een perfecte vrouw. Ja, perfect voor mij wel. Weet je, want ze zeggen niemand is perfect, maar voor mij daar wel. Daar zeg je dat voor jou wel. Ik vind dat ze... Ja, ze is helemaal voor mij perfect. Oké. Okay. Dus... Hey Marvin, dus nu hebben we het punt bereikt. Ja. Nu hebben we het punt bereikt. Wat is het? Mag het doen. Is ze allergisch voor iets? Wat is er gebeurd? Is ze allergisch voor iets? Hey!
Papa, I mean, why you pick? We play prank, man. We prank you. Again, it's love line. Well, I will prank you again. It's love line, man. We know why you pick. I will prank you. Aisha en Marvin, Aisha en Marvin zijn prankmensen. Dan moet er worden geprankt in Gilly's Love Line. Nee, ik krijg van mijn leven ook niet verborgen. Laat me uitleggen wat is gebeurd. Nee, wat ga jij? Akisi! Akizi! Hoi! Helemaal in Gilly's Love Line. Hoi, waar is dat? Dus wacht even, Ivan. Dat ben je op toilet gaan doen. Wat bedoel je? Mijn tong staat vast. Even, is niet jouw tong. Is een tong van iemand zei haar poer uit was mijn moffel blijkbaar. Gilly. Even voor de mensen die geen beeld hebben en die luisteren op Spotify. Aisha en Marvin zijn een prankkoppel. Dat is een van die dingen die ze doen met hun content. Ze pranken elkaar. Aisha heeft zo even Marvin geprankt door te doen alsof ze stikte. En opeens vangt de tong uit haar mond. Dat is wat zojuist is gebeurd. Backstory, ik ben op de hoogte van wat zou gebeuren hier. Ja. We hebben het goed gedaan. Dus al die tijd was die laatste vraag van een moeder. Ja. Het mooie hieraan is dat ik zat te twijfelen, moet ik mijn team informeren? Maar ik ken mijn team. Eén zou haar mond-op-mond beademing geven waarschijnlijk. Trouwens, bellen 115. Dus ik zeg, laat me ze informeren, want anders gaat het goed fout. Oei, godverdomme, en ondanks me informeert, misschien dat wap dit toch in broer. Kom maar, broer, kost je wat die jij, jongen. Wat dacht je dan? Marvin is aan het zweten. Wil je een beetje water, mee bang? Ik dacht van, boy. Kijk, hier, zo kijk wat gebeurt hier. En het Asane. Boy, ik weet niet. Ik schrok even. Het eerste waarin ik ook dacht van... wat doe ik en dan werkelijk je zweet, joh. Waarom dacht je? Ik denk, wat doe ik nu zonder een vrouw met een tong? Zie je waar die man nou hersen van hem gaan? Ik heb het verkeerd gedaan. Dus hij dacht niet aan je leven dat zonder tong. Nee, precies. Dan is Sapsa je doen aan je tong. Volgens mij heb ik het verkeerd geformuleerd. Wat doe je met een vrouw zonder een tong? Gebruik, is het niet meer. Toevallig weet ik iets aan talent aan Anu toe, maar toch miskrik. Gili. Ik heb een tong. Mocht gebruik ik een tong, dus Payback. Hier in Gilly's Love Line heeft hij laten weten die payback komt. Wow. Helemaal in Gilly's Love Line. Voor die mensen die niet bekend zijn met Aisha en Marvin, dit is wat zij doen. Okay. Ze pranken elkaar, day in, day out. Nog steeds en toch zijn ze nog niet gescheiden. Boos. Ik ben niet boos op je schat. Maar is ze goed gekomen? Ja, is Akis me. Omdat ik weet toch, ik bedoel, als ze zo doen, dan is er werkelijk wat. Ik schrok hiervan, man. Tuurlijk schrik je. Maar Naomi, je was ervan op de hoogte. Mooi, Tori. Mooi, Tori. Oefen me mooi. Ik heb je. Oefen me mooi. Maar, gechin, Tori, jullie mogen uitkijken naar de volgende prank. Waar ik er prank en ik heb een goeie. Hey. En check. Die volgende prank, dus die gaat komen. Ja, 100%. En hij zegt er, ze gaat komen, maar toch gaat het hem lukken om haar te verrassen. Jawel, je kan het checken. Volg deze mensen. Ja. Aisha en Marvin op Facebook, TikTok vooral. Wat is jullie handle? Waar kunnen we jullie volgen? Marvin Aisha op TikTok. Marvin Aisha Family op YouTube. En Marvin Bots op Facebook en Aisha. Hey, check Aisha en Marvin dus. Volg ze op social media. Leuke koppel die ook nog dus... En ik ben blij dat jullie dus nu hebben laten zien aan de mensen die jullie al kennen. Ja. Hoe jullie denken, hoe jullie zijn, hoe dat is gegroeid. Ik ben daar dankbaar voor dat jullie liefde hier zijn komen delen in Gilly's Love Line. Het was een eer voor ons om met Gilly's Love Line te zijn. Ja, mooi, super enthousiast. Heel goed met je show. Dank je wel. Ja, ik ga door. Ik was niet gekrooid met die krooiwater. Nee, dat minnoman beloof, maar we gaan zien hoe dat loopt. Ik ga weer in zitten. Dank je wel. Complimenten ook aan je manier van presenteren.
Je doet het goed. Logo Kara zou een interview hebben. Het is geweldig. Toch? Vind ik ook. Als ik vind moet ik ook. Zeggen, props. Eerlijk moet zeggen, props. Dan geef ik altijd mijn eerlijke. Ja, toch? Ja, ja. Dus, ja. Nee. I love it, I love it. Je podcast is top. Dankjewel, ja. Dankjewel. Yes. Gilly's Love Line. Hey, volg niet alleen deze toppers. Volg ook mij. Deel ook wat hier gebeurt en gooi een likeje erop. Waarom? Mika Sambereik Morosma. Want Luku, laat me niet zo praten. Het zou fijn zijn als Gilly's Love Line, dus die echte Lobitaki, meerdere mensen bereikt. En dat lukt alleen als jij gaat liken en delen. Dus check als je dit hebt kunnen waarderen. Het minste wat je kan doen is like en deel dat ding. Ja. Hey, dat was hem weer voor een aflevering van Gilly's Love Lines. En zoals ik altijd zeg, if it ain't about love, it ain't about nothing. En ik zie jou graag bij de volgende date. Yeah. Hoi, Gilios. Ik moet nu even naar het toilet.